Zo, dames en heren, dat ben ik. En dat bent u allemaal. U heeft allemaal uw mobiele telefoon vast wel in de buurt om te twitteren. Dat mag allemaal. Maar ook to pay as you like, hè, want het is allemaal gratis. Maar het is allemaal helemaal niet gratis. Want ik word wel betaald en zo. Zo zit dat. Sloterdijk, dames en heren. Amsterdam bouwt. Eerst even over de serie Amsterdam bouwt. Dus een serie die we het leven hebben geroepen omdat het ongelooflijk hard gaat. Dat zal niemand ontgaan zijn. De bouwprojecten vliegen als paddenstoelen uit de grond. En om u te informeren en ook van gedachten te wisselen, gaat het wel de goede kant op? Heeft het kwaliteit? Sluit het goed aan op de bestaande stad? Hebben we dit soort avonden met u? Het zijn een beetje avonden die redelijk volgepropt zijn. Dus hou goed je notitieblokje in de gaten en stel even goede vragen, want het is vrij kort, maar het is heel veel informatie over wat er gaat komen. Maar ik wil ook van u horen wat u daar nou van vindt. Want Sloterdijk, dames en heren, ik weet niet. Wie van u heeft daar rijlessen gedaan, net als ik? Kom lekker binnen, jongens. Rijlessen. Ja, 1, 2, 3. Ja, jij ook. Ik was 38, was een beetje laat. Ik had in Groningen allemaal rijlessen gedaan. Ik dacht, nou, Groningen, dat toen zakte ik. Maar op Sloterdijk slaagde ik, want ik dacht, nou ja, als de stad er zo uitziet, dan is het een eitje. Maar ja, daar was ik de stad in geweest en dan kwam ik weer terug in Sloterdijk. Dacht ik, hè. Maar ja, het is wel heel erg amorf, want sinds ik fiets ook weer, ik heb wel mijn rijbewijs gehaald, overigens. Sinds ik daar fiets, of ik naar auto rij of fiets, ik verdwaal altijd. U ook? Ja, ik maak al 25 jaar programma's voor de stad. Ik verdwaal altijd op Sloterdijk. Het is wat amorf. Dan moest ik laatst overstappen, ik weet niet waar ik vandaan kwam, maar in ieder geval, ik moest overstappen naar een onderspoor op station Sloterdijk. Toen kwam ik erachter dat ik uit een gebouw moest rennen over het stationsplein en het station in. En dan, nou ik weet niet of je kent het, er komt het station in en je denkt, waar moet ik naartoe? Waar? Dus, en nou ja, de trein gemist. Het station is ook, nou daar gaan we het ook over hebben, want er zijn mensen die daar heel diep over nadenken en ook denken, dat daar moet het beginnen. Daar gaan we het over hebben, want dat gebied, daarom zijn we hier, hè, revival van een Ravelrand. We gaan daar ziel in stoppen vanavond, dames en heren. We gaan daar ziel in stoppen. We gaan het horen hoe mensen, supermensen, we hebben supervisoren, superondernemers, superbewoners, superambtenaren, superpioniers, supermensen die zin hebben en de noodzaak zien om hier een mooi, creatief, bijzonder, inclusieve stuk stad van te maken. Jawel, de lat ligt hoog. Dus vanavond zult u interviews zien, presentaties horen, filmpjes zien. Het wordt veel, wees vrij om af en toe je nek te rekken, je armen en benen te rekken. Het is veel, maar het is ook wel heel erg interessant. Allerlei aspecten zullen aan bod komen. Waar we beginnen met, want er wordt gewoond in Sloterdijk. Niels van Doormalen woont daar. Niels, ja, geef hem een applaus. Stoere gast. Niels, hoe kom je daar terecht, jongen? Zoeker. Zoeken, hè? En zij gij zult vinden. Nee, want, ja, gewoon vinden op Facebook en zo. Op Facebook. Want hij heeft een moord. Mensen, jongens, gratis bier, want drink je bier? Ja, maar vooral rode wijn. Eigenlijk. Rode wijn. Deze jongen heeft een moordende combinatie van een theaterwetenschapper en goed in marketing en PR. En hij is ongelooflijk actief, heeft al een enorme website en woont op Sloterdijk. Maar afijn, even terug. Het heet, hoe heet dat plantsoen ook alweer? Het barag? Barajasweg. Ja, Barajasweg, inderdaad. Vind het maar eens. Hey, maar herken je het verdwalen? Verdwaal je nog wel eens? Nee, niet meer. Nou, het was grappig, toen ik hier kwam wonen in Sloterdijk, toen ging ik opzoeken voordat ik een contract tekende van ja, waar ga ik dan eigenlijk wonen. En dat was de eerste hit op Google was 20 redenen waarom station Sloterdijk het allerlelijkste station van Nederland is. Ja, Daan, je mag het straks. Ja, sorry. Ja, man van de NS is hier ook. Dus. Het is morgen heel rustig op station Sloterdijk. Het moet heel rustig hebben. Ja. Maar waarom, ja? En dus toen verdwaalde ik heel erg en toen kwam ik er wonen. Toen ging ik ineens een soort logica zien. Dus nu kan ik heel makkelijk overal. Maar vertel me het geheim van jouw logica. Waar redeneer je vanuit als landmark? Wat is jouw landmark om vanaf toen je in het begin daar ging wonen? Wat was het oriëntatiepunt? Het station wel. Toch het station zou het lijken, hè? Ja, precies. Ja. Oké, maar jij hebt er ook zin om daar van alles te gaan doen? Ja, klopt. Zoals je al zei, ben ik actief in het theater. En er zijn heel veel initiatieven rondom theater in de hele stad. Maar nog weinig in Sloterdijk. Dus ik hoop in een soort niche te springen als een nieuwe generatie theatermaker. En op locatie of op nieuwe gecreëerde locaties op termijn theatervoorstellingen te maken. En waar, want ik moet dat wel heel goed aan mijn best doen om te zien. Het is natuurlijk eigenlijk wel, eigenlijk is het een heel theatrale omgeving, of niet?
Nou, het is een gebied dat in ontwikkeling is, ja. Dat in beweging is, dat ja. jong is, dat dynamisch is. Nou, de beeldvorming van Sloterdijk gaan we het vast nog hebben. Maar dat het in ieder geval een plek wordt waar mensen creatief bezig kunnen zijn en waar jonge initiatieven de ruimte krijgen. Ja, dat is voor mijn generatie is dat nodig, omdat op alle andere plekken in de stad er alle huisjes eigenlijk al bezet zijn. En je of heel veel geld en macht moet hebben om op die plekken te komen. Dus Sloterdijk is een toegankelijk gebied voor jonge mensen, denk ik. Voor jonge mensen. Want de wonen, of ik heb wel heel veel studentenhuisvesting gezien. Hoe is de sfeer om daar te wonen? Want 's avonds gaat iedereen om een uur of zes, ook alle creatieve mensen die daar werken. Of dat nou architecten zijn van Huiskoning of kantoormensen. Om 6 uur is het leeg. Of dus, is dat ja, niet zo? Nou ja, misschien nu nog wel een beetje. Ja? Maar ik, als ik zo de plannen hoor, dan geloof ik dat er een 24-uursbeleving gaat ontstaan in Sloterdijk. En dan hebben we aan 24 uur te weinig. Ja. Dus ik heb goede hoop dat dat gaat ontwikkelen en veranderen. Je merkt wel steeds meer dat er gewoon initiatieven zijn. Ja, Bret bijvoorbeeld wordt al een plek waar je gewoon 's avonds al drankjes gaat drinken. En dan ja, en hoe lang is het open? Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik heb hoe lang is Bret, Bret open, gezien. Wouter, weet jij dat nog? Kom jij er nog wel eens? Tot 's avonds laat? Ja, tot 1 uur? Ja, toch wel. Ja, dus je kunt er wel. Oké, dus het maar ik stap natuurlijk niet zo zoals jij net aangaf, natuurlijk. Ja. Dus ik ga gewoon drankjes drinken en ik ben niet een hele late drinker. Nee, je drinkt 3 rode wijn en dan ga je naar bed. En dan ga ik naar bed, ja. Maar het is, 's nachts is het, wel, hoe is het 's nachts op Sloterdijk? Nou, spannend? Ik heb van tevoren. Ja, misschien wel allemaal beesten. Ja, tijgers. Nou, weinig minder ratten dan in de binnenstad, dat sowieso. Oh. Geen water. Jawel, wel water. Nee, maar gewoon minder ratten. Minder ratten. Ja. En, in het begin was het. Ik heb eerder bij Amstel Business Park gewoond, bij Over Amstel. En ik heb net al proberen te ontrafelen met een aantal mensen over waarom ik dat dan onveiliger voelde of dat ik dat minder fijn vond. Ik vond dat dus onveilig. Of ik voelde me daar niet altijd even prettig als ik daar terugliep vanaf het metrostation naar huis. Ik denk dat Sloterdijk, omdat het heel open is, heel groen is, dat het wat toegankelijker aanvoelt. Er is toch, doordat er veel toerisme is en veel hotels zitten, dat je toch altijd wel mensen tegenkomt. Ja. Omdat het wat compacter en opener is, is het best wel veilig. 'S avonds. Veiliger. En dat voelde je in Amsterdam. Dan moet je met Don Murphy straks maar eens even praten. Want die supervisor van beide gebieden. Oh, nou leuk. Ja. Kun je eens even praten waar dat... Waar, durf waar niks meer te zeggen. Nou, ik kan me best voorstellen. Maar dit is dus het, is het gevoel van openheid of van veiligheid, iets meer. Ja. 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 En 's nachts is het stil. Ja. Ja. Toch, kijk even naar, we hebben een rijtje bewoners daar ook nog zitten. Ja, wie zijn nog meer bewoners? Jullie, is het 's nachts stil? En nog bijzondere beesten gezien ook? Konijnen. Maar geen rugstreeppatten of dat we door allerlei dingen niet door kunnen gaan. Nee, nog niet. Maar is het fijn wonen daar? Ja. Hey, wat hopen jullie? Wat is jouw verwachting? Wat hoop jij het liefst over 10 jaar? Nou, ik hoop wat net al gezegd, een heel divers en inclusief stadsdeel, waar gewoon heel veel ruimte is voor bedrijvigheid, waar ook de grote bedrijven nog durven te zitten. Ja. Maar waar ook ruimte is aan de onderkant voor jonge creatieve initiatieven, broedplaatsen, kunst en cultuur, waarin juist dus die beleving van wonen en werken tegelijkertijd, dat in elkaar kan overgaan. En ik vind het leuk om als jonge ondernemer ook met de community die er nu al is, om daar te kijken naar waar de samenwerking kunnen liggen. En ik vind het leuk om en te wonen en te werken in je gebied. Dat vind ik heel tof. Ja, de verbinding aangaan. Je kan zo bij de gemeente gaan werken, jongens. Ja, je hebt helemaal dictaal. Maar even het laatste. Nee hoor, schat, het is heel goed. Het is heel goed nieuws. Toen ik, hoe oud ben jij? 20. Toen ik 20 was, toen sprak ik een hele andere taal. Ik zeg altijd, ik klom nog in bomen, maar dat deed ik toen niet. Nee, dat niet. Maar Niels, nog even, want ik zou zo leuk vinden als er een mooi groot project ter opening van Sloterdijk, The Passion in Sloterdijk. Is dat een idee? Ja, daar wil ik op uitkomen als het gaat om ziel, maar dan een andere passion. Ja, dat heb je net ook al gevraagd. Toen zei ik nee, dus dat ga ik nou weer antwoorden. Geen passion? Nou, nee, ik zou niet zozeer voor een passion gaan, maar ik heb wel nog hele grote idee. Nou, ik heb wel een heel grote droom eigenlijk. Of vertel. Om nog een keer het gaat niet meer gebeuren, want Joop van den Ende heeft de rechten. Maar ik zou heel graag een keer de musical Come From Away willen maken in de Amsterdam. Dus eigenlijk een hele grote Broadway musical op locatie willen maken.
Ze hebben al een keer, geloof ik, kijk naar een aantal mensen, een keer over gehad. Ja. Over dat het heel tof zou zijn, omdat zo'n hele grote musical, die wel echt lang zou kunnen spelen, grote publieksaantallen naar Sloterdijk toe zou kunnen trekken. En het in één keer het gebied heel erg op de kaart zou kunnen zetten. Geweldig, maar is het een bekend? Ik ken het niet zo. Ik ben niet zo nee, het is in New York en het is net in Londen geopend. Het heeft eigenlijk praktisch alle grote prijzen gewonnen dat je kunt krijgen. En waar gaat het over? Het gaat over, over 38 vliegtuigen. Nou, het gaat over één vliegtuig dat om moet keren tijdens 9/11. Dus dat niet op New York kan landen. Het gaat over hoe inzittenden van zo'n vliegtuig in een dorpje in Canada, Gander, terechtkomen. En dat is al Sloterdijk. Dat is niet Sloterdijk, maar dat is 4 uur rijden, is de dichtstbijzijnde Starbucks. En er wonen daar 6000 mensen die moeten de inzittenden van 38 vliegtuigen opvangen. En die mensen hebben eigenlijk geen idee wat er gebeurd is. Dus je krijgt een heel andere kant van het verhaal van 9/11. Wow. Het gaat over hoe inclusief mensen op kunnen nemen met al hun verschillende culturen. En hoe je ervoor moet zorgen dat je in een situatie van nood, hoe een stedelijke of een dorpelijke omgeving eigenlijk mensen op kan nemen in hun gemeenschap. Ik vind het fantastisch. Volgens mij moeten we dat doen. Ja, denk ik ook. Fuck the passion. Dan gaan we niet meer. Oh, sorry. De passion, dit gaat het worden. Hey Niels, heel erg veel succes met alles. Dankjewel. Ik hoop dat je straks aan de bar heel veel rode wijn aangeboden krijgt en klussen. Niels lijkt staat hier en zit daar ergens. Een groot applaus voor Niels en de medebewoners. En jij gaat het doen. Zo. Dan zijn we nu aangeland bij, waar gaan we het nou eigenlijk over hebben? 2 vrouwen, Maries en Nabila. Kom maar naar voren. Jullie mogen hier gaan zitten aan tafel. Dit zijn de dames van het GO-team. En het GO-team is de gebiedsontwikkelingstak van de gemeente. En het zijn 2 vrouwen. En daar ben ik zo blij mee. Dat vind ik zo goed. Dat 2 vrouwen dit gebied gaan pakken. Even kijken. Want jullie weten dat misschien allemaal. Maar het gebied bestaat uit allerlei deelgebieden. Het is wel even belangrijk om te weten welke deelgebieden er zijn. Nabila, kun je dat even uitleggen? Is er een kaart of is dat er niet? Nee, hè? Een kaart van het gebied. Want Sloterdijk 1, Sloterdijk Centrum. We hebben Sloterdijk 1, we hebben Sloterdijk Centrum. Ja. We hebben Sloterdijk 2, 3 en 4. Precies. Ja. Nou, oké, okay, daar zijn we. Ja. Oh, wat duidelijk, wat fijn. Ja. En wat heb je? Nabila, jij bent. Ik ben de opdrachtgever van Sloterdijk 2, 3 en 4. Oh ja. En ik dus van Centrum en Sloterdijk 1. Oké. 2, 3 en 4. En nog even belangrijk, waar gaat gewoond worden en waar gaat niet gewoond worden? In Sloterdijk 1 en Sloterdijk Centrum gaat gewoond worden. Dat zijn jouw gebieden? Ja. En wat gebeurt er in jouw gebieden? Mijn gebieden wordt vooral gewerkt. Momenteel veelal extensief gewerkt. Hè? Dus grootste bedrijventerrein van Amsterdam. Ja. Met 284 hectare. Maar ook werken groeit in deze stad. Hè? Ja. Net zoals wonen. Dus, ja, precies. Want jullie hebben. Oh, Daan staat nog even daar. Dat filmpje. Jullie hebben ook een filmpje. Dat wil je even laten zien. Graag. Ja. Maar dat moet iemand op een knopje drukken. Ik weet niet of. Daan, oh ja, het filmpje. Ja, mensen, kom op, doe eventjes. Hier zijn 2 plekken. Jongens, waar even een hand opsteken waar nog plekken zijn. En waarom zijn jullie zo laat? Oh. Kom maar even zitten. Je hebt hopelijk wel de trap genomen, hè? Ja, oh nee, dan is het goed. Dan is het goed. Kan ik ondertussen even kijken wat we. Oké, er komt een filmpje. Oh ja, leuk. Ik ben Willem Jubels, 4e generatie in het grafische bedrijf waar jullie nu te gast zijn, bij drukkerij Jubels. Daar is het ooit begonnen en via Printerette, dat overigens ook nog steeds bestaat, ben je nu bij Response Network. De bereikbaarheid is fantastisch en nu met de nieuwe A5 ook erbij. En, het is heerlijk dichtbij het centrum, dus je kan met de fiets en met de scooter naar werk toe. Dus dat, wat dat betreft zie ik alleen maar voordelen. Ja. Die panden zijn weer gevuld, er is bedrijvigheid, je ziet dat de parkeerplaatsen vol zijn. Dus dat betekent dat er weer goed gewerkt wordt hier. Ja. En het is leuk dat die stad deze kant op komt. Ja. En ik denk dat er over 10 jaar dat je Sloterdijk niet meer herkent. En je hebt 12 van dit soort filmpjes gemaakt, hè? Ja. Van ondernemers. Ja, klopt. En mensen achter de bedrijven. Ja. Ja. En waarom hebben we dat gedaan?
Om ook het gezicht te laten zien van het werk, het grootste werkterrein van Amsterdam. Ja. Hè? Wie zijn nou de ondernemers en welke verhalen hebben zij? Ja, niemand weet het. En Marietje, wat vinden die zittende mensen daarvan, van die transformatieplannen? Vinden het voor een deel natuurlijk heel erg spannend wat er gaat gebeuren. Ja. Nabila is ook nog, daar is nog ruimte om nog te verdichten. Ik zit meer in de gebieden waar natuurlijk de werkfunctie een beetje ter discussie komt te staan. Ja, ja precies. En daarom is het lastig, hè? En dat maakt het heel erg lastig. Wel zeker in Sloterdijk 1. En is wel ook de ambitie om niet alleen maar te wonen, zeg maar. En dat is een hele serieuze ambitie. Ja. Om ook te zorgen met partijen dat er ook weer werkruimtes terugkomen. Dus niet iedereen hoeft weg. Nee, precies. Dus maar gaat wel, zeg maar, in het kader van... Dit zijn niet de enige gebieden die natuurlijk op de schop gaan in de stad. Nee. Er zijn heel veel, wat wij dan transformatiegebieden noemen. Dus er gaat wel een hele verhuisbeweging straks op gang komen in de stad van al die functies. Precies. Van mensen, ondernemers, en die vinden dat natuurlijk spannend. Die vinden dat spannend, ja. Want Nabila, Oram heeft een rapport uitgebracht over een platform opgericht van jongens, luister ook naar de ondernemers. Ja. Want voor Havenstad bijvoorbeeld is 25 vierkante meter per persoon bedacht. Dat kan helemaal niet in... Excessieve, wat je ook hebt, excessieve bedrijfsvoering. Hoe ga jij daarmee om in jouw... Want jij krijgt een hele strook creatieve bedrijven, hè? Zo in Sloterdijk 2. Sloterdijk 2, Mag dat kaart? Ja. Hij doet even het geluid. Als een kaartje weer terug mag, dan kunnen we kijken. Ja, wat we met Sloterdijk 2, 3 en 4 doen, is eigenlijk voorsorteren op de vraag die zeg maar zo meteen aanstaande is. Ja. En soms ook al gaande. Ja. De 12 transformatiegebieden die naar gemengd wonen, werkgebied. Ja, je wilt het liefst de stadsverzorgende bedrijven wil je ook binnen de stadsgrenzen kunnen plaatsen. Ja. Dus hebben wij met input van vele stakeholders zoals de haven, Oram, de bedrijven, et cetera. In co-creatie hebben we een visie opgesteld. Waarin we ook dus gaan verdichten. Die ruimte. Maar ruimte voor bedrijven die bijvoorbeeld, want de ruimte die zo'n printeret, dat gaat nog, hè? Ja. Maar bedrijven die echt veel ruimte nodig hebben, kunnen die blijven? Ja, die kunnen zeker blijven. Ja? Ja. Dus jullie samen maken jullie echt een visie, dat is echt samenwerken met de bedrijven die daar zitten? Ja. Oké. Okay. Ja. En wat merk je dan in dat soort sessies? Kijk, ruimte, er is niet heel veel ruimte. Hè. De vraag naar bedrijfsruimte is ongeveer 250 hectare. De vraag is echt heel groot. Ja. En we kunnen in dit gebied ongeveer 40 accommoderen. Dus dat vraagt om scherpe keuzes te maken. Ja, precies. Dat vraagt om dus verdichting. Ook dus naar gestapelde bedrijfsgebouwen. Ja, echt hoog. Echt hoog, ja. Accenten van 60, hè, of 40 tot 60. 40 tot 60 meter. Ja, dat vraagt dus dan ook om andere menging, ook in bredere zin, zeg maar, qua werkfunctie, wil je dat ook kunnen betalen. Ja, ja. En Sloterdijk 2, daar wordt dus ingezet op een zeer gedifferentieerde werkfuncties. Ja. Ja, dus naast bedrijven, kantoren, maar ook horeca, voorzieningen, broedplaatsen. Toch ook, niet alleen de laptopjes, maar ook de mensen die echt aan het zagen zijn en dan aan het timmeren en dat soort dingen. Dat zoveel mogelijk naar elkaar, maar dan toch ook wel weer gestapeld. Ja, want spannend. Die ruimte is er gewoon niet. We moeten innovatief gaan worden en dus ook hier echt gaan stapelen. Ja. Dat is met makers te worden van Duncan Stedham, hopen we daar de eerste aanzet toe te Ja, dan gaan we straks meer over de makers storen. Ja. Ja, want dat is denk ik wel echt een testcase van in hoeverre dat kan. Want je moet dan misschien vergunningen en milieuwetgeving en dat soort dingen moet je een beetje... Het zit met name in de bouwkosten. Ja. Hè? Want het brengt andere soorten bouwkosten met zich mee dan gewoon kantoor. Ja, precies. Als je een kantoor bovenop een bedrijf wilt gaan bouwen. Ja, of gestapelde bedrijfsgebouwen op elkaar gaan zetten. Ja. Gaat straks nog. Ik denk ook wel een mentale omslag. Hè? Ja. Veel de bedrijventerreinen, dus bijvoorbeeld kijk nu ook naar Sloterdijk 1. Ja. Het zijn toch allemaal doosjes. Mm-hmm. Ja. Eén verdieping. Ja. Waar iedereen gewoon lekker zijn ding kan doen. Ja. En dat is het wat ondernemers ook graag het liefste terug hebben. Ja. En dat is er voor een deel niet meer. Dus ze kunnen bij de buren terecht, maar wel op een andere manier. Ja. Ja. Dat is nog wel een... Dat is lastig. Ik heb in Westpoort gedraaid bij de Rode Harskoning die samen met de broedplaats zit, hè, met Contact. Die zitten in Westpoort.
Oh, dan moet je even naartoe, dat is hartstikke leuk. Want daar zitten dus hele chique ingenieurs en je kent ze. Zo leuk. Moet je even naar Bouwwoon Leven kijken. Heb ik een item. Het is echt ontzettend leuk. En daar zie je dat ze heel graag bij elkaar gaan zitten. Hè. Dus je broedplaatsen. Dus echt high-end. Ja, high-end kantoren. Die... Maar even Maries, in jouw gebieden gaat gewoond worden. Ja. Wat voor sfeer ambiëren jullie als gemeente? Wat voor soort stuk woonstad gaat dat? Of woonstad, hoe ga je daar wonen? Ik denk, zeg maar, het zal op een gegeven moment zal zich ontwikkelen. Ik denk dat we het begin, zeg maar, het is net in dat opzicht wat Niels zei, dat is denk ik heel erg waar. Het is een gebied wat zal moeten ontwikkelen. Ja. Veel mensen kennen het niet. Toen ik er opdrachtgever van werd, kende ik het ook nauwelijks. Nee. Ik ben ook de eerste 9 van de 10 keer de weg kwijtgeraakt. Ga je dat proefwonen? Misschien moet je nee. Dat gaan wonen. Ja. Nee, dat ambtenaren het gewoon allemaal moeten doen. Proefwonen in het gebied waar ze baas van zijn. Maar wat voor soort woning? Het wordt een menging. Het zal echt beginnen met toch de pioniers. We hebben zeker als het om Sloterdijk Centrum, waar we hebben gekeken, ben ik heel erg blij met de wat kleinere woningen, de studenten, de mensen die als eerste komen. Ja. En die zullen het gebied moeten maken. En langzamerhand zal het ook geschikter worden voor gezinnen. Kijken we ook al wel naar ook in de programmering. Oké, dus ook echt voor gezinnen? Ook voor gezinnen, ja. Dus grote gezinsappartementen. Komen en jullie moeten dat allemaal doen. Worden ze er wel voor betaald? Nee, maar die kwartiermakers, dat zijn we. Gaan jullie ook echt een soort placemaking proces in? Ja. Oké. Okay. Ja. Deels heeft dat natuurlijk. Deels is dat al een heel oud proces. Want het gebeurt speelt al een hele tijd. Ja. Niet voor niets. Wouter dat Brett bijvoorbeeld ook in het gebied zit. Komende zomer wordt er ook. Nog even doorgaan, maar dan komt als het goed is nog een spoorstrand. Spoorstrand? Als ook in het kader van placemaking. Ja. We zijn ook met de partijen met wie wij nu aan het bouwen gaan, zijn we ook naar het gebied aan het kijken. Dus met de ontwikkelaars? Met de ontwikkelaars, En hebben jullie een clubje ontwikkelaars? Gaat dat? Er is een clubje daar speciaal mee bezig. Oké. En wat is nou het eerste dat er gaat gebeuren? Het eerste in het kader van? Ja, dan heb gewoon... wat gaan we als eerste zien? Wat is het eerste project? We hebben al in Sloterdijk 2 de AVO-Dom, of de Amsterdam. Ja, waar Niels het over had. Ja. In het kader van tijdelijkheid en placemaking dan hoop ik volgend jaar dat Cote Cultura op het Rone Park haar... Die zijn ook nog even in allerlei dingen verwikkeld, geloof ik, hè? Ja, Wat een gedoe. Wat een gedoe, al die regels. Jongens, maar kunnen we niet een regelvrije zone, Nabila en Maries? Ja, maar goed. Veiligheid. Ja, gewoon eventjes. Ja, veiligheid. Ja, ik weet het, ja. En al die onveilige bomen moeten ook allemaal, maar ik vind het helemaal niks. Maar oké, als het goed is, gaat dat gebeuren. Ja. Oké, heel goed. En nog even de aansluiting met... Want de Amsterdam Bouwt kijken we ook naar hoe sluit het aan bij de rest van de stad. Wordt het... Amsterdams en gaat het aansluiten bij het deel van Nieuw-West, de Haarlemmerweg? We zijn ook heel druk bezig met de Haarlemmerweg. Een project wat niet helemaal gebiedsontwikkeling is, maar wat we in de slipstream mee hebben genomen. Dat heet de nieuwe N200. Daar wordt nu echt heel druk aan gewerkt. Ja, dus heel veel mensen die vanaf die kant de stad in willen, hebben met enige regelmaat verkeersoverlast. Ja, maar hoe gaat dat? Want die rijtjeshuizen die daar staan, de jaren 50, hoe gaat dat nou aansluiten op die bang, op die knallers van Sloterdijk? Het is eerst zorgen dat je bij elkaar kunt komen. Ja. Dus vandaar dat we iets aan de Haarlemmerweg doen. Ja. En verder is het natuurlijk ook heel veel mensen uitnodigen om met elkaar in contact te komen. Een van de dingen waar we ook vanuit Sloterdijk Centrum aan werken is Spieringhorn Sportpark. Omdat ook echt, zeg maar, dat heeft hard nodig, een opknapbeurt nodig. Ja. En ook... Dat het ook zeg maar een park wordt. En daar zijn we dus ook met de overkant in gesprek. Precies. Maar ook de verbindingen, de fietsverbindingen worden verbeterd als het goed is. Hè? Om zeg maar die verbinding te kunnen maken. Ja. De brettenzone toegankelijker maken. Hè? Mm-hmm. Dus ook meer stadsnatuur. Ja. Mensen, zeg maar woonsvergunst wel zo te meer, ook actief daarbij betrekken. En daarmee... Ja, de onbekendheid wellicht en de ontoegankelijkheid probeert te overbruggen. En die hebben daar wel zin in? Ja. De mensen die daar zitten, ja? Heel goed. Ja. En er wordt echt ook getennist op groen, hè? Dat is het moet echt een hele groene wijk worden. Ja. Ja.
Dan komen ze af en toe komen er plaatjes langs en groen is wel echt, zeg maar, in de tent. Groen en water. De kleur. Is het wel echt de kleur van groen en blauw. Wat Sloterdijk moet gaan krijgen. Ja. Oh, oké. Okay. Voordat ik de supervisor aan het woord laat, wil ik even weten of er mensen in de zaal zijn die nog intelligentere vragen hebben dan ik. Dat is heel moeilijk. Maar daar is er eentje die het waagt. Ja, stik. Ik heb twee vragen. Aansluiten met het oude dorp Sloterdijk. Ik vind het echt nog een heel bijzonder stukje Amsterdam. Het zou mooi vinden als dat op een betere manier ingepast wordt, maar tegelijkertijd de eigenheid kan behouden. Dat is één. Ja. En het volgende is, ik hoorde die meneer van die printerette spreken over fijn zoveel parkeerplaatsen. Ik snap het wel, maar aan de andere kant wordt er nagedacht over andere vormen van vervoer, zodat er zo min mogelijk autobewegingen moeten komen. Ja, de mobiliteit en het dorpje Sloterdijk. Nou, wie van jullie wil dat beantwoorden? Jij de eerste, jij dorp, de tweede? Sloterdijk. Dorp Sloterdijk. Zal ik iets zeggen over dorpje Sloterdijk? Ja? Het dorpje Sloterdijk blijft wat ons betreft gewoon het dorpje Sloterdijk, omdat het ook een uniek dorpje is. Af en toe wordt er wel eens, zijn er wel eens studies waarbij we wel eens denken dat we weer grond vinden waar een hoge, weer iets van een hoge toren moet. Maar het dorpje Sloterdijk blijft gewoon het dorpje. En wordt ook beschermd. En hoe wordt dat ingebed in het geheel? Het blijft gewoon. Het blijft gewoon helemaal intact. Ja. En we zorgen niet dat daar enorme schaduwen van wolkenkrabbers overheen vallen. Nee. Nee, toch? Don, ga je niet doen, hè? Nee. En Abila, de mobiliteit? De mobiliteit, ook hier zal op een gegeven moment een parkeerregime ingevoerd moeten worden. Ja. Wil je het auto, zeg maar, het parkeren op straat gaan ontmoedigen en parkeren op eigen terrein stimuleren? En meer mogelijk autobewegingen. Minder autobewegingen, dus meer fietsen. Ja, meer dus er wordt ingezet echt op. Ja, gaat gebeuren. Ja. Meer ingezet op fiets- en voetgangersstroken. Maar ook op een verbeterd OV. Verbeterd OV, meer fiets. Nou, dan gaat dat, want het is echt niet te doen om daar doorheen te fietsen. Hè? Ik bedoel, als je al. Oké, dus dat. En die parkeernorm is 0,3 of zo. Ja. Hè? Ja, heel goed, dat houden we erin. Ja. Dames, ontzettend bedankt voor jullie. Heel veel succes en blijven doen, hè? Jullie blijven daar, hè? Ja, voorlopig door de komende 20 jaar. Je bent nog heel jong, dus dat gaat nog even. Dank u wel. Applaus. Ik zeg dat, want Don, kom naar voren. Don Murphy is de supervisor en die zit er al 11 jaar. En het is zo ontzettend goed dat mensen lang zitten en misschien ook wel lang blijven zitten. Want dat ga je doen, hè, Don, toch? Pak dus jouw microfoon. Don Murphy, architect, supervisor Sloterdijk, doet ontzettend veel Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam. Maar jij zit veel in Eindhoven en Rotterdam ook, hè? Je bent echt een big city man. No, I'm not allowed to work in Amsterdam. You're not oh nee, zo'n supervisor. You're gonna do it in English? Yes, I'm afraid so. Ja, dat gaat lukken, hè? Of moet ik gebarentaal bij doen? Nee, dat gaat zeker lukken. En vragen mogen straks in het Nederlands. Oké, okay, take it away. So, I think we're very lucky with the hoofdstructuur, the main urban arrangement of Amsterdam. You have these wonderful groene schekken that come into the city, into the center, these green wedges. And Sloterdijk is exactly in one of these beautiful wedges where the green comes right into the Haarlemmer Meer plein. And of course, you often wonder, why would you build in such a beautiful schek? Now, when I think about Sloterdijk, I don't see it as a series of divided areas. For me, it's one thing. Sloterdijk is one place with a center, which is, I consider, the heart. And as far back as in 1974, but also 1969, it was already earmarked that would be a second center. Sloterdijk would be a second center. And it came about when they moved the old station, which was this station, to the new station, and created the new center. In a way, in the middle of that Groene Schek. So in a way, I thought, what a strange idea to break up that incredible Schek. I live in the Amstel Schek, and I realized the potential of the quality of these Scheks. Original idea was to create a place called Teleport and an office development around the station. Originally, the Stationsplein was at the front. It was moved from the front to the Carrascoplein, and anticipating an urban plan like this. A kind of central business district, a completely office
development. There were you could not live there, you could not build hotels there. It was basically an office development. Then the crisis hit in 2008, and what we saw was a huge amount of emptiness, leegstand, and then the plein was left abandoned almost, and you started seeing empty plinths, and it was really feeling very unloved. If you looked more carefully, you could actually see there was beauty. There is beauty in this infrastructure. Very few people believed me when I said there are beautiful things. This infrastructure has a quality. It has its own characteristics, its own character. It's not Southas, it's something else. So we created a program called A Little Love for Sloterdijk. So it was in the middle of the crisis. How could we create a little love and awareness for Sloterdijk? And we introduced a football field, the gemeente built this football field. It introduced small little cafes, and we took great care of every little building that came into the area. So it was a kind of tenderness, we were introducing this human scale in the form of tenderness. At the same time, we engaged with the stakeholders. This was a kind of we make the city, we didn't decide to do it ourselves. We had a number of sessions with the different stakeholders, and we decided to change the Orly Plein and create what it is today, a kind of green zone. The idea was how could you actually bring as much green into Sloterdijk as possible? It almost feels like there should be a green blanket brought right over the whole area so that it becomes part of the Groene Schek. And somehow it started to work. And then we were able to convert the old buildings into hotels, and lots of hotels, even a hotel, this is the Lodge Hotel, the placemakers, the town from Brett, and then at the same time we ran parallel where we were changing the bestemmingsplan to make an extremely flexible bestemmingsplan and to allow for people to live in Sloterdijk. So the idea was to go and create not a monofunction area, but a mixed-use area. We realized, and it was absolutely true, there is the monofunction areas are not resilient. The minute a crisis comes, they fail. But by making a mixed use, having hotels, houses, and offices, it becomes a far more resilient and more future-proof area. So this was the first one was the project from Hyman's. The second one, this is a CPO. This is housing and student housing. This is social woningbouw. And at the same time, we start to see a renovation of the offices. The offices now came back into favor, and people started to come back into the area, believing in the area, and wanting to have their offices in the area. When you talk about who's going to live here, everybody can live here. There is something for everybody. There are houses of 25 square meters, and there are houses of 200 or 300 square meters. So there is something for everybody in Sloterdijk. And now we were here at one point, and now the pie chart looks like this, and we're starting to see a truly mixed area. Sloterdijk 3 and 2, so 2 and 3. 3, you have to see 3 as the back of house. This area provides all the vital functions for the city. It provides energy, water management. It is really the engine of Sloterdijk, of Amsterdam. At the same time, you have the big retail outlet people coming here, like Hornbach. And at the same time, we see lots of smaller initiatives coming in here. And the idea with these initiatives is make them as good quality as possible. And buildings that are functions that have been removed from other areas of transformation are given first priority here. And so the priority is for people coming out of the transformation area, and they have to meet very high Durazam requirements. So the emphasis on durability. We're now looking at buildings that can either be demolished, removed, let's say not demolished, removable buildings are over-dimensioned that they can anticipate transformation. So buildings have to be now able to transform in the future into another function. And at the same time, we're really pushing for this green zone, to infiltrate into the industrial areas, to make it a kind of green, Durazam industrial, the largest industrial area of Amsterdam in the future. Sloterdijk 2 is a very densely area with a lot of buildings. But once we built the A5, the topography changed. All of a sudden, you started to see these were low-lying buildings, but then the A5 came, and all of a sudden, everything changed. The perspectives changed. Now you're looking on roofs. So these buildings
could actually become far bigger and more robust. So we could imagine a densification happening in Slaughter Lake 2, which works with the infrastructure, the new infrastructure, which was never planned when these buildings were originally built. And here we would like to see some old and new mixing together so that we start to see, again, a more durable, more resilient solutions. Of course, you could imagine here this, you could also imagine one day we'll start to see, of course, bedrijven, offices, and leisure coming here. And why we do this is actually we really need to densify the urban fabric we have. The Netherlands is extremely poor at saving land. We use the land very quickly. We consume so much land, much more than other societies. In the Netherlands, we consume 15% for city building and infrastructure compared to most other societies, which is 0.5. So we have to densify this city and preserve the green. So it's not anymore the city and you keep expanding out in new towns, but actually the city has to grow inside. We have to, and this is what we're trying to do, transport-oriented development. And this is why the station is so important. The transport, public transport in Slaughter Lake is excellent. And we're improving the cycling. It really is excellent. And it's not quite at night anymore. It's busier than Southast with all the people going in and out of the hotels. It is actually much more alive. But then the future, of course, is the station. And, of course, I just came back from London. And what I would love to see is truly, so we're making a truly mixed-use area, but I would like that mixed-use area to have truly mixed-use buildings, multifunctional buildings. And this building is offices, a hospital, hotels, residential, and public facilities. So what we're saying is that we are now pushing for this mixed-use buildings and mixed-use area. And eventually, like other places, you know, when I first came to the Netherlands, we had the center. We would have more than one center. Thank you. Wow. Thank you, Don. Well, it's got to be... What do you have any reference... You mentioned London. Is there something comparable in the world like... the Vancouver-Toronto hymn or something we could think about if we think about Slaughter Dyke in 20 years? Well, what we've been trying to do, learning from Vancouver, but also learning from London, is the mixing of scales. Yeah. So we introduce what we believe is what we call the Slaughter Dyke block. Mm-hmm. We have low scale, the human scale, and then the taller buildings. So I'm really not worried about the Dorp. I love the Slaughter Dyke Dorp. I like the idea that it's a surprise. As you see this scale and then the other scale, and you're living different scales, living next to each other. Yeah. The problem is the monotony of just two scales when you have much more scales of buildings. Because people are also having these nightmares of high tall buildings and lots of wind and stuff. That's Sluisbrug kind of things. Yeah, the wind is not a problem if you have many of them together. The problem is like in a forest. If you put a lot together, you break the wind. But if you have one, it's going to create the wind. Yeah, but so it's something they study. Yeah, they study this all the time. And the investigations, you said it all the time. So it's a difference. It's going to be a sort of unique, very dense, new center of the Amsterdam area. Some questions. Mag het Nederlands? Hoeft niet. Nee? Don, je hebt een verpletterende... Ja, nou ja, dat is natuurlijk weer professional. You're going to stay for the next 20 years, hè? And 20 minutes. And the next 20 years. Well, we still have to see a few new buildings built in the house. And then you'll see. Okay, thank you very much. Another applause. Oh, okay. Ah. Komt u nu mee? Heb je zo lang na zitten denken? When people can see that changing, then when do you think it's going to be complete totally, or just at least starting point? I really see the changes coming very soon. They're like, it's like bulbs in the ground. It's like spring now. We're just waiting for them to come up. So what's the planning? What's the planning? So for instance, the CPO, the lab for you, has permission. I'm hoping that will be built soon. Hyman's with their beautiful green tower, they're really... The vertical stuff? Vertical. They're working hard to start that. So in 2 years' time? Yes, in 2 years' time. Eichhardt is also. So it is going to come. It will come. I'm absolutely convinced. And the quality of the buildings is very high here. Yeah. So the tenders, when is the tender business coming? Well, we'll have one more tender, but we've had great interest in the tenders. Yeah. We've tendered on quality. It is not on price. We haven't...
Sloterdijk was a great cash cow for the city. Yes, of course. Yeah. And vroeger, and yeah. Now we're really dealing with quality. And I believe the houses will be, the projects are very high standard. Okay. Maybe sometimes too high. So I hope there's not going to be a crisis, but it's going to be okay. In 2 years' time. So that's the questions for now. Thank you very much, Don. Another applause. 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 Okay. En Don had het over het hart, hè? Dus het station, Daan Klaassen, projectmanager bij NS. Want dat station is echt wezenlijk voor het gebied. En jij gaat in 10 minuten ons uitleggen, ja dat kun je wel, wat jullie van plan zijn. Wat de dilemma's zijn en de kansen. Veel plezier. Applausje voor Daan, aanmoedigingsapplaus. Ik ga niet de hele korte geschiedenisles overdoen van Don Murphy. Dit is Sloterdijk van ongeveer 89. En dat was het moment dat ik ging studeren in Delft. Ik woon in de Zaanstreek. En ik ging er met regelmaat ging ik even naar huis in het weekend. En mijn herinnering bracht mijn vader me naar het station Wormerveer. Ik nam de trein en ik maakte overstap Sloterdijk richting Delft. En ik heb er hele nare herinneringen aan overgehouden. Eigenlijk aan alle sporen in mijn studententijd, naar alle stations. Het ging eigenlijk zo ver dat ik dacht, ik ben afgestudeerd, ik ga nooit meer die trein in. Koop een auto en klaar. Nou, zo is het ook gegaan. Hè? Alleen 5 jaar geleden is het toch nog ergens goed gekomen. Ik ben in de stations gaan werken, heb die OVA-kaart weer teruggekregen. En wat zien we? En die constatering doen we denk ik allemaal. Er is onwijs veel gebeurd op het Nederlandse spoor. Treinen rijden frequenter, beter op tijd. Stations hebben een waanzinnige metamorfose doorgemaakt. Maar interessant is, als ik op Sloterdijk kom, is er gewoon nog niet veel gebeurd. Ik hoorde Suzanne net zeggen, ik verdwaal. Echt waar, ik kom bijna dagelijks en ik vind het zelf nog steeds moeilijk om mijn weg te vinden. Het is een ontzettend complex station. Maar zelfs ik heb hier een probleem. En dit is gewoon, ja, ik heb niet mijn best gedaan om een mooie plaat te maken. Dit is gewoon wat je beleeft in de drukte. Waar moet ik zijn? Waar ben ik? Noem maar op. Ik kan nog een discussie voeren over architectuur. Ik hoorde net iemand zeggen, het is eigenlijk een soort bijna mooi. Wouter, waar ben je? Postmodern. Het begint weer mooi te worden, het station. Ik heb er wel mijn ernstige bedenkingen over. Even, iedereen vindt er wat van. Ik hoorde net 20 punten waarom het station slecht is. Ik wil een paar voorbeelden uithalen. In de jaren 80 werden onze stations ontworpen met een bepaald idee van multifunctionaliteit. Lelylaan, Almere, Lelystad, nou, Sloterdijk worden er ook. Lekker veel uitgangen, ideaal voor de stedenbouw dat je overal je weg kan vinden. Het is een drama. Als ik het nu over mag doen, de goede stations waar iedereen zich prettig voelt, Rotterdam, Utrecht, die hebben gewoon 2 entrees. Dat is eigenlijk om aanlopen, hoe laat is het, kaartje kopen, informatie, poortje door, waar is de trein en dan, oh, ik heb nog tijd over om een koffie te kopen. Dat is een beetje de volgorde. Hè? Sloterdijk is alles, je krijgt eerst koffie aangeboden en dan loop je tegen een poortje aan en oh shit, ik heb een kaartje nodig. En als je dan hier kijkt, wat er wel goed. Dirk, je zit naast me, je hebt stationsmanager. We hebben het wel aardig op orde al. Vroeger waren dit de plekken met gravity en onveilig. Nou, station de Sloterdijk heb ik net gehoord. Voelt is oké. Okay. Is ook niet onveiliger dan andere stations of veiliger. Ik denk dat het nog heel erg stinkt op deze plek. En ik zou dat een hele nare plek vinden om mijn weg te vinden. Dit is richting de Flixbussen. En het echte probleem is hier ontstaan dat na de omklap. Dus ik noem het dat landelijk, zie je al die bussen naar de andere kant van het station gaan, en hier ook. Dat betekent dat sinds kort 50% van alle reizigers in deze hoek van het station een weg moeten vinden. Dus hebben we een zoekplaatje, hier ergens is een trap, en als je daar naar komt, dan denk je, shit, ik had eigenlijk de lift willen hebben, dit is niet ideaal. Dat is Sloterdijk. Daar bedenken we wel eens, iedereen. Misschien een paar mensen denken van, nou NS, doe er wat aan. Het is best lastig. Ik sta hier ook gewoon van lobby. Het is gewoon echt een probleem. En zorgelijk. Iedereen vraagt, wat gaan jullie doen? Ik weet het niet. We hebben wel ideeën en die ga ik nog wel laten zien direct. Maar er is 1 grote opgave. Als je kijkt naar Amsterdam. Dit zijn de grote stations. De MRA noemt dat de poorten van Amsterdam. Eigenlijk het hele spoornetwerk kantelt eigenlijk vanuit het Centraal Station naar de onderkant zo, richting Utrecht. En Sloterdijk is een hele belangrijke schijf als draaischijf van Noord-Holland, waar alle reizigers bij elkaar komen. Wat ging je vertellen? Een paar redenen. Nee, ik ging vertellen, sorry. Op deze stations, Schiphol, Amsterdam-Zuid,
liggen hele grote opgaven Amsterdam Centraal. Het Rijk heeft hier geld gereserveerd, dus Rijksbudget, tot 2030. Dat worden grote verbouwingen. Op Sloterdijk is gewoon geen geld tot 2030. Punt. Is het erg? Is het zorgelijk? Ja, want... Nou, Sloterdijk heeft een hele grote... Twee redenen. Eén, een hele grote netwerkfunctie. Met name voor de provincie Noord-Holland. En even om een voorbeeld te maken. Dit zijn de plekken van herkomst, de relatie Amsterdam-Sloterdijk. En ik dacht altijd, van, nou, het is een soort opstapstation naar Amsterdam Centraal. Nou, dat valt wel mee. Het is maar 14% van de mensen doet iets met Amsterdam Centraal. En de rest komt uit de hele provincie. Het is een beetje Haarlem-Zaandam. En daarna is een hele trits op de Zaanlijn, Hoornse lijn, Kennemerlijn richting Haarlem. Dus dit is gewoon echt gewoon het overstappenpunt van de hele regio. En het gaat groeien. Minimaal met 40% tot 2040. En dat is een excessief de geplande woningbouw op Sloterdijk. Dus dit gaat heel hard hier. En als we dan ietsje verder kijken naar het station zelf. Wat gebeurt er eigenlijk daar? Ga ik eerst even deze uitleggen, deze twee pijlen. Dit is interessant. Want wij noemen Sloterdijk ook een beetje vakterm, een attractiestation. Er zijn er maar een paar van in Nederland. Dus voor Bijlmer, maar dat komt door de Ziggo Dome en de Arena. Maar Sloterdijk is er ook eentje. Dus daar gaan met name mensen naartoe. Niels, dit ben jij. Er zijn een paar mensen die er wonen. Die gaan gebruiken Sloterdijk als opstap en gaan op pad. Maar de meeste mensen komen 's ochtends aan. Is ook een kans. Want als je woningbouw gaat maken, is die capaciteit van het spoor en die treinen, die is er al. Dus die treinen rijden al. Alleen hij moet nog even in balans gebracht worden. Nou, een paar andere opvallende cijfers. De auto doet er niet meer toe. Dit zijn hele grote parkeerplaatsen, maar in de aantallen van de Sloterdijk gewoon echt niet relevant meer. En uiteraard die bustrein metro, 46%, 40%. Dat laat gewoon zien dat het een overstapstation is. En wat ik interessant vind, 3% voetganger, 44%. Dus 44% vindt zijn weg vanaf het station. Denk je dat? Het is best fors, maar het kan echt nog veel beter. En Leiden zit dik boven de 60%. Dus er is ook een kans om met de stad wat te doen om je weg te kunnen te voeten. Het scheelt heel veel fietsenrekken en andere natransportfaciliteiten. Een andere reden waarom ik zie van het echt noodzaak om station aan te pakken, is eigenlijk gewoon het visitekaartje van je stad. Dit is het nieuwe beeld van Amsterdam-Zuid. Dit ligt er in 2026, 2027. En twee van dit soort passages. En deze is nog anderhalf keer zo breed als die in Rotterdam Centraal. Dit wordt echt een fantastisch, een mooi station. Amstel wordt nu afgebouwd. Komend jaar gaat de hal eraan. Amsterdam Centraal nog een opgave. Dus ik ben een beetje bang dat Sloterdijk het zielige kindje van de stad gaat worden. Het kind van de rekening. En dit is voor als je dan toch aan de slag gaat met station. Dan ligt er ook een hele mooie kans. Dit is Utrecht Centraal van vorige week. Het is gewoon echt genieten. En het is vooral het voorbeeld van... Eén, het station met die directe omgeving. In Nederland zijn we echt heel goed in het aanhechten van de stad op het station. Dat is ook de grote toegevoegde waarde. En op Sloterdijk hebben we niet over gehad. Zitten hele interessante niveauverschillen. Die in Utrecht heel mooi overbrugd zijn. Dus hieronder zit de fietsenstalling. En als je dan eenmaal op niveau bent. Dit is vorige week, net geopend. Aan de andere zijde, het is tussen het station en Hoogkaterijnen. En hier zit nog die hele grote fietsenstalling onder. Dus een kans ook voor Sloterdijk om het zo te doen. En dan gaan we nog ietsje verder. Don Murphy had het net over densification, verdichten. En wij zeggen als NS, ja, je moet eigenlijk gewoon bouwen op de best bereikbare plek van de stad. En dat is gewoon boven het spoor. Vervolgens kan je daar ook gewoon je stedelijke kwaliteit mee versterken. In alle steden zitten we met een tweedeling van de stad door het spoor. Nou, in Delft hebben ze hem helemaal weggehaald. Op Sloterdijk is het niet een tweedeling, het is gewoon een vierdeling. Dus we hebben echt wel wat letterlijk te overbruggen. En dat kan je doen, dat overbouwen in de combinatie. En wij zeggen als NS aan onze stand verplicht dat al het geld wat we daarmee verdienen het station weer kunnen aanpakken. Dus we zien ook kansen. En dat gesprek voeren we eigenlijk ook met alle partijen. We zijn een soort aan een start aan het maken. Nou, het huidige station. En wat ik net aangaf, wat er in Utrecht gebeurt. Dit is een idee. Het leuke van Sloterdijk dat er heel veel op gestudeerd is. Door studenten, Arcom en... architecten, en het beeld dat steeds terugkomt is eigenlijk een soort van plaat om het station op niveau, à la Utrecht. En ik zeg altijd, van als je echt iets van Sloterdijk wil maken, dan gaan we ons echt breed maken, de plaat leeg, de spullen aan de kant. En zorgen dat je voor een goede aanhechting op de stad. En uiteindelijk doorbouwen. Ik ben natuurlijk vooral op het spoor gericht. En Don, dat is geen hoogbouw boven het spoor, dat is heel ingewikkeld in de blubber van Nederland.
Ik hou van groundscrapers daar. Dat staat wat stabieler. Maar je kunt er ook gelijk een hele mooie brug mee maken. Nou, dit is geen architectuur. Dit zijn gewoon volumestudies van wat je hier nog zou kunnen verdichten. Ik heb nog 4 kinderen. Ik hoop dat ze allemaal gaan studeren. En dat ze dan niet een keer tegen mij zeggen van, pap, het is de Sloterdijk mooi geworden. Maar dat ze ook zeggen van, het is gewoon een onwijs gave wijk om te wonen. Dankjewel, Daan. Ja, jouw 4 kinderen gaan het tekenen. Maar Wouter Valkenier, Daan blijft staan. Kom even hier staan. We gaan even aan de bar staan. Wouter en Daan, kom even. Want Wouter Valkenier, even jou, voor mensen die jou nog niet kennen... Jij zit op Sloterdijk, je woont in Noord, je hebt de Hannekesboom ben je begonnen, de Keuvel heb je gestart. En je bent nu bij de tuin van Brett en Brett zelf, dus je zit helemaal in dat gebied. Jij hebt ook ideeën over het station, hè? Nou, wij zijn ooit begonnen met het plaatsen van aardappelkisten met perenbomen op het stationsplein. Toen was het nog een urban asfaltplak. Ja. Ja. Dat is nu helemaal getransformeerd tot het waanzinnig leuke parkje met Brett daarin. Ja. Daar is de tuin van Brett uit voortgekomen. Ja. En we hebben onder andere samen met Arkam, en ik zag Jurgen ook al zitten, hebben we een studie gedaan ook naar het hele stationsgebied. Dus we zijn eigenlijk begonnen van een perenboom zelf te planten. Met een kleine bijdrage van de gemeente hebben we die neergezet. En die perenboom begint zich nu steeds meer te groeien eigenlijk. Ja. En ze bestaan nog steeds overigens, die perenbomen. In de tuin van Brett kun je de perenbomen kijken. Ze stonden op het station, want jullie kenden elkaar nu net, hè? Jullie hebben samen met elkaar gegeten. Hoe vond jij al die plannen, al die acties van de placemakers daar, de perenbomen zo? Hoe hebben jullie dat opgepakt? Volgens mij is het fantastisch wat het geleverd heeft voor die plek. Met name in de crisistijd. Het heeft alles tot leven gebracht. Ja, precies. Oké, maar daar begon het mee. En toen ben je verder gaan plannen maken voor het station. Ja, klopt. Ja. We hebben het net al even gehad over die verschillende onderdoorgangen en die verbindingen. Ja. Het zijn, als je er werkt of woont, een van de grote problemen zijn alle hoogteverschillen. Dus 's avonds of in de winter wil je bijvoorbeeld niet onder het Olieplein doorgaan. Dus wij zitten daar in die tuin van Brett in een soort infrastructurele oksel eigenlijk. Ja. En we hebben daar nu Yvonne Modderman, die doet daar de wijngaard. En wat belangrijk is om te vermelden, is dat we het met een heel groot team doen. Dus dat moet ook de kracht van Sloterdijk zijn. Doe het met z'n allen. Het is alleen heel moeilijk vinden. Hij was namelijk ook op de VPRO tegenlicht. Dan zat hij bij Winnie Maas met de reporter in de auto. Die kon het niet vinden. Hij zag het, maar je komt er heel moeilijk op. Maar dat gaan jullie verbeteren. Op het scherm is het te zien overigens. Dit is onze eigen studio. Op dit moment zijn we een kruisbeskwekerij op het dak aan het maken. Een proeftuin in diezelfde aardappelkist die we ooit op het stationsplein hadden. Ja. Langzaam groeit het dorpje. En daarmee groeit ook Sloterdijk. En voor degenen die het nog niet weten. Brett was vroeger een uitspanning. Dus op de historische kaart. Iedereen heeft het over Sloterdijk. Maar als je vroeger met de trekschuit van Haarlem naar Amsterdam ging, dan ergens was er nog een stop waar je even wat kon drinken of waar je kon blijven slapen. Dus dat is eigenlijk altijd heeft dat erin gezeten. Dus de naamsvermelding van Sloterdijk is een interessant thema. Oké, de Brett dus. En daar komt ook de Brettenzone vandaan. Ja, klopt. Dat was een soort herberg. Oh ja, precies. Echt een goede bruidekocht. Dat moet ook weer terugkomen, daar kunnen we het nog over hebben. Maar jullie zijn daar met allerlei leuke dingen bezig. Alleen wat Daan ook wil, hè, en wat de NS wil, en wat Don wil, wat de gemeente wil, is groots. Is grote dingen voor het station. Denken jullie daar ook groots in mee? Nou, wij hebben een soort schetsontwerp gemaakt voor het stationsplein. Waarbij we juist voor hebben gezorgd dat je inderdaad dat je het overzicht houdt. Dus niet een groot gebouw neerzetten, maar juist je maakt een plein waar je heel duidelijke signing hebt waar je naartoe moet. Ja. En ik heb daar wat beelden van meegenomen. Van de Daan, als jij even hier komt staan. Ja, wat u hier ziet is wat we doen eigenlijk. We maken één plein, een groen plein, een parkachtig plein. Dat is ook het niveau wat we hebben bepaald. Het is heel belangrijk om één niveau te bepalen waaronder je de infrastructuur doet. Dus de fietsenstalling, het parkeren van auto's, het laden en lossen. Zodat het gewoon duidelijk is, je komt op dat plein en vanaf daar vind je je weg. En het station is eigenlijk opgelost. We maken eigenlijk één transparante overkapping eroverheen. En het is dus niet één groot gebaar als een gebouw, maar het is eigenlijk een soort Brettenzone, een park wat doorloopt en wat dus heel veel
oriëntatie moet geven en ook alle hoogteverschillen oplost. Dus het zal niet meer zo zijn dat je met je fiets plotseling een trap op moet, wat mij nu in het begin nog wel eens overkwam. Of dat je van de verkeerde kant komt aangefietst en dat je niet weet waar je naartoe moet. Ja. Eigenlijk wil takken aan, en die mevrouw had een hele terechte vraag, waar is het dorpje Sloterdijk? Maar we willen het dorpje Sloterdijk heet niet voor niks, dijk, want het ligt aan de dijk. En wij willen die oude dijk weer oppakken. En die heeft namelijk al die hoogte van het niveau wat wij willen oppakken. En van de bovenkant, zeg maar, komt dat uit op het plein. Dus dat is eigenlijk de link met het dorpje Sloterdijk. En we richten ons ook al helemaal op de fiets. Dus met de e-bike in opkomst. Iedereen heeft binnenkort natuurlijk een e-bike. Dan is het natuurlijk heel interessant dat je vanaf station Sloterdijk ook met de fiets zo naar het strand of naar halfweg kan. Dus station is echt dus voor jullie ook dat centrum. Wat Daan net vertelde over die boven dat spoor. Is dat ook iets wat bij jullie, dat jullie ook over dat spoor dingen mogelijk maken? Nou, wij hebben er juist voor gekozen om juist langs die randen te intensiveren. Dus dat je zorgt dat het station echt een hele logische plek wordt om te komen. Heel zichtbaar. Echt het hart waar bijvoorbeeld ook een keer een theater of de musical kan plaatsvinden. Dus te zorgen dat je echt een plein maakt. Dus juist niet te zorgen voor dat je een gebouw maakt waar je weer omheen de weg moet vinden. We maken één plek. En dat is gewoon het hart van Sloterdijk. Oké, daar zit... Ja, en verbonden met het dorpje, met alle aansluitingen naar de haven, naar Nieuw-West uiteraard. Zou daar de ziel dan van Sloterdijk kunnen gaan zitten? Juist, dat is juist. Daar zijn we naar op zoek. Daan, jij bent natuurlijk, je bent al heel lang bezig met dit. Je hoort, Wouter is ook architect trouwens, je hoort van deze plannen. Je mag, geef even eerlijk je eerste commentaar hierop. Dat idee van die platen worden meerdere mensen gedeeld. Dat is gewoon geniaal, hè? Dat is hartstikke goed. Ik heb wel ergens, ik hoor heel veel groen voorbij komen. Ik woon zelf midden in de polder in de natuur, dus ik ben een groen mens. Maar op deze plek, ik denk van, hoe lang hou je dat nog vol, die groen? Zet het hier nou wel behoorlijk vol. Zoveel mogelijk programma en natuurlijk wel plekken waar je lekker buiten kan zitten. Ik vind het een beetje te groen. Ja, en mag het iets stedelijker? Het mag stedelijker. En volgens mij ook, zijn we nu echt aan de slag van de placemaking. En dat is allemaal goed. Maar we moeten nu wel naar een echte stad gaan bouwen op deze plek. Dus hij is bang, Daan is bang dat het niet stedelijk genoeg wordt. Even Wouter laten reageren. Verliezen we hier niet de kans om hier echt een grote slag te slaan om een stuk stad mee te ballen? De pleinen zijn eigenlijk, zeg maar, voor een democratie is de plein de plek om elkaar te ontmoeten. En dat vinden wij in dit geval belangrijker dan hotelplints of commerciële ruimte. In die zin dat wij zeggen van dat positioneren we hier langs de randen. Dus we maken die randen heel erg stevig en dicht. En we maken echt die ontmoetingsplek in het hart. Dat is maar één kans die je daarvoor kan krijgen. Maar voor die ontmoetingspleinen, die hoeven niet zo groot te zijn. En zelfs op Utrecht zie je dat een plek van 80 bij 80 soms al voldoende is. En dat is juist de kracht omdat je heel veel mensen bij elkaar hebt. Dat geeft s'avonds ook heel veel sociale veiligheid. Dus die open vlaktes in midden in de stad, dat is mijn reactie. Ja, precies. Dus niet zo. Dus een plein prima, hoeft niet groot te zijn. Wat is jouw reactie erop? Doe het een beetje. Ja, het is een eerste studie, dus uiteraard. Wat wij belangrijk vinden is om wel de menselijke maat erin te houden. Ja. Dus er kunnen gewoon paviljoenachtige gebouwen in het groen komen. Dus dat is. Maar we willen niet zeg maar alleen maar de kantoorplinten, maar we willen echt die fijne openbare ruimte, dat parkachtig gevoel creëren. Want eigenlijk nu is het zo, dat maakt me heel erg blij als ik nu op het stationsplein kom. Er staan in het park staan bankjes en mensen zitten daar rustig hun broodtrommeltje op te eten. En dat is eigenlijk wel het ultieme. De brood op te eten en uit het broodtrommeltje. En dat is wel hele echt. Hele rare mensen in Sloterdijk. Nee, dat is wel ons droombeeld eigenlijk. Ja. Dat we dit voor elkaar hebben gekregen met z'n allen, met de gemeente, met alle ontwerpers. Dit ziet er echt geweldig uit. Dat vind ik echt heel leuk. Maar het is natuurlijk een beetje, en daar gaan jullie nog avonden over praten. Maar ik vind het heel goed dat jullie er al zo lang zitten. En dat jij daar ook met je kennis aan zit. Want het is wel nu, hè, dat is toen jullie elkaar ontmoeten, het is beyond placemaking nu. Hè. Wouter is beyond placemaking, die gaat meedenken. Dat die menselijke maat erin blijft. Hè. Want ik bedoel, dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Dat mensen die daar zitten voelen, dit gaat werken. Jij weet wat er werkte bij de Keuvel, bij Hannekesboom. Ja. Nou, je zou dit kunnen zien als een soort stedelijk prototype. Hè? Dus dat het groen. En wat dus misgaat hier, is dat er nog steeds een paar strookjes fietsenstallingen staan. Ja. Dus ik bedoel, die fietsen die moeten eronder en het groen moet erop. En daaromheen moet het geïntensiveerd worden. En dat station is dus inderdaad het hart van het gebied voor jullie allebei. En voor jou mag het best wat geslotener. Er mogen wel pleinen zijn zoals in Utrecht Centraal. Dat hoeft niet zo groot te zijn. En het hoeft niet zo groenig. Ik vond het plan van Don en Murphy net wel heel het eindplaatje. Heel stevig. En dit is nog wel te veel ruim. Een beetje ertussenin. Een beetje ertussenin. Nou jongens, we gaan. Maar jongens, even terug naar de dames van de gemeente. Want dit zijn allemaal
spannende, leuke discussies. Hè, van hoe houden we het menselijk? Hoe houden we het? Hoe gaat slaan we die slag? Hè? We mogen nu toch eindelijk wel eens onze ballen laten zien. Wat Rotterdam kan, kunnen wij ook. Met Don als. Maar hoe vind je daar een tussenweg? Als je met, hebben jullie ook vaak gesprekken met placemakers die daar zitten? Van hoe houden we die menselijke maat? Ik denk dat vooral mijn collega. Want dit Maries, gaat. Oh, Maries, sorry. Ja, lekker afgewibbeld, heel goed. Nee. Nou, de grap is dat natuurlijk de studie die gedaan is door de ARCAM. Is aanleiding geweest voor ons als gemeente. Om weer eens samen met ProRail en NS om tafel te gaan. En te kijken van wat is hier nou mogelijk. Dus ja. Het is een. Het is zeg maar de eerste inspiratiebron geweest voor de discussies die we op dit moment rond het stationsgebied voeren. Ja, dus het is het begin van heel veel. Het is het begin van nog een heleboel discussie. Ja. En waar zit jij persoonlijk tussen Wouter en Daan in? Of wat voel jij? Ik vind wel dat we oog moeten hebben voor voldoende openbare ruimte. In de, dus zeg maar het Orlieplein, wat iedereen natuurlijk nu fantastisch vindt. Ik weet niet of het aan die kant moet blijven liggen of dat we met de hele ontwikkeling van Havenstad dat er misschien wel een hele andere kant aan het station komt. Ja. Maar ik vind wel van belang dat we voldoende openbare ruimte houden. Ja, toch, hè? Toch dat mensen elkaar ontmoeten en daar hun brood gaan. Ja. En waarom de keuze niet om hier wel echt een centrum van te maken met winkels? Gewoon het epicentrum is er al. Wat gebeurt dat? Volgens mij sluit het een het ander niet per definitie uit. En is dat nog de zoektocht waar we gewoon staan met elkaar? De zoektocht waar we staan met elkaar. Het is een hele intelligente vraag van deze hele slimme meneer. Nee, dit microfoon is van mij. Mijn mening is dat ze hier nog steeds te bang zijn. Een beetje van de boer, wat de boer niet kent, dat lust me niet. Want als je wat meer slank de hoogte ingaat, en op verschillende wolkenkrabbers dan van verschillende hoogte, en veel groen in en erop, en tegelijkertijd ook meer openbare ruimte creëert. En in drie dimensies kun je gewoon meer dan in één dimensie. Dus. Ja, dat is zeker waar. Als het propt onder de 60 meter, dan wordt het moeilijk. Dus u zegt, toon wat ballen en we houden het heus de menselijke maat wel goed in de gaten. Absoluut. Ja. Wat vindt u van deze plaatje van Wouter? Nou, ik vind het nou, ja, het ziet er op zich mooi uit, die verbeelding, dat groen. Maar daarnaast zie je allemaal groundscrapers eromheen. Dat vind ik wel minder. Ik denk dat je dat ook juist veel wind hinder krijgt. Skyscrapers, groundscrapers, ik leer ze ontzettend veel. Hier nog een vraag. Ronald Mouwen, stadsdeelbestuurder van Nieuw-West. Ik waardeer de zelfkritiek en zelfs de zelfspot van Daan. Dat is bij de ene. Wat er nu is. Ja. En hij schetst ook mooie plaatjes, maar door de regels heen hoor ik dat er tot 2030 geen geld is om station Sloterdijk aan te pakken. Dat zegt niet dat er niks gaat gebeuren. Nee, maar of je pakt het station aan en daar heb je geld voor, of je pakt het niet aan. En dat heb ik zelf nu met Lely dan ook al, dus word ik twee keer genaaid. Maar als ik het goed hoor, dan hoor ik niet een heel enthousiast verhaal, wel een enthousiast verhaal, maar niet van jongens, dat gaan we aanpakken en we gaan daar geld voor vinden. Dus mijn vraag twee is, wie, wat moet er gebeuren en door wie? Om dat geld wel te vinden richting Den Haag. Want kun je niks. Maar wij zijn als gemeente, dat zie je, plus een hele groot aantal mensen, heel enthousiaste mensen, bezig van een onaangenaam doorgangsgebied en aangenaam verblijfsgebied te maken. Daar zijn we bij Lindelaan mee bezig, zijn we hier ook mee bezig. Maar echt, en het, ja, het klinkt als kritiek en het is ook zo bedoeld. Die ga ik onthouden. Ja, ik vind dat wat dat betreft veel samen met de NS moeten optrekken. En als dat niet lukt, dan moet er nog een behoorlijke lobby plaatsvinden. Met z'n allen een enorme lobby, Daan. Er moet meer kracht achter, er moet meer power achter. Als je zegt tot 2030 is geen geld, dan hebben je woorden geen power. Gooi er eens wat power. Ja, eerst naar Marise, volgens mij zijn we echt samen aan het optrekken nu. Ja. En ik sta hier echt serieus voor de lobby na INW, maar ook de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. We hebben 400 stations samen met ProRail. Dat kunnen we gewoon echt niet zelf. Nee. Dus maar wat gebeuren? Ja. Maar wat voor actie ga je ondernemen? Wat ga je richting Rijk? Wat ga je met z'n allen met die provincie? Wat ga je doen? Op alle niveaus, op alle beleid wat er gemaakt wordt en praatclubs vertellen we dit verhaal. Er zijn een paar stations die in de top staan voor ons. Leiden komt eraan, Den Bosch moet wat gebeuren, Nijmegen en Sloterdijk staat met stip op nummer 1. Ja, want als dit hard gaat worden, dan moeten we niet, moeten we stoppen met praten en aan de slag, toch? Ja, zijn we mee bezig. Ja. Zijn ze mee bezig, oké, jongens. Ja, en dan ga ik het afsluiten naar deze laatste vragen. U komt zo, mevrouw. Ik schrik heel erg van wat Daan zegt
over van ja, het moet stedelijker in de zin van meer bebouwing en ook winkels, et cetera. Er zijn al veel te veel winkels in stations en ook in de stad. En juist groen, ik denk, wat is een stad? Ik denk dat we een heel belangrijke vraag moeten stellen. Wat is een stad? Is een stad alleen maar gebouwen, winkels, kantoren, et cetera? Of is een stad ook het groen en ontmoeting? En hoe koppel je dat? Ik denk dat, en als je eenmaal winkels en dat soort dingen daar gaat bouwen, krijgen die nooit meer weg. Dus kijk alsjeblieft uit. Hele goede waarschuwing, want we kopen niks meer in winkels. Ik heb laatst nog geweigerd online iets te kopen bij... Dat is dus de boodschap. Op reageren hoor, zoveel mogelijk groen. Ja. Ik denk dat we met z'n allen deze stad een waanzinnig mobiliteitsinfarct tegemoet gaan. Het loopt helemaal vast. We leggen er heel veel asfalt aan. Ik roep altijd de Overtoom is gewoon twee baans. Het moet allemaal bij OV. Bouw er in ieder geval, ontwikkel gewoon al die bestemmingen die we nu gaan ontwikkelen de komende jaren. Zoveel mogelijk die goed bereikbare plekken. Ja, precies. Maar wat mevrouw zegt, gaat het nou niet vol zetten met winkels en allemaal dingen? Niet helemaal vol, maar. Oké. Jongens, ik wil dit even afsluiten, want we hebben meer dan eens. We komen bij het panelgesprek weer terug, ook op de ziel en het hart. Wouter, bedankt. Daan, bedankt. Applaus voor beide heren. Dank je wel. Ja, straks nog weer aan de tafel. Ja, neem mee. Ja. Want we gaan ons nu focussen op twee projecten. De Floating Gardens, Jeroen en Erik. Kom even erbij. Ik weet niet waar we het gaan doen. Zijn jullie bartypes? Willen jullie gaan zitten? Wat vinden jullie fijner? Zitten aan tafel, dan zien jullie ons niet goed, hè? Dan moeten we even de gunfactor doen qua microfoons. Dus ik denk dat ik... Erik Meijer, je bent van... Ik geef jou eerst de microfoon. Dat is goed. En Jeroen, kom maar even hier. Jeroen Schipper, de architect, Orange Architect. Floating Gardens. Dat is een enorm prachtig multifunctioneel gebouw. Er wordt gewoond, er komt de school, er komt van alles. Jij bent van Synchroon een ontwikkelaar. Ja. Wat zag jij meteen de potentie van zo'n gebied, Sloterdijk? Nou, we zijn als ontwikkelaar zijn we vaker... Oh. Zo. Ja, heel goed. Ja, dank je. Ja, heel goed. Als ontwikkelaar zijn we vaker in dit soort gebieden actief. Ja. We hebben bijvoorbeeld in de Houthaven zijn we in 98 begonnen. En dat was dat heeft toen een hele lange historie. En dat was ook zo'n plek waar je niet dood gevonden wilde worden. En inmiddels is het de hottest place in town. En we zijn daar nog steeds bezig. Ja. Maar we zien als ontwikkelaar bij dit soort gebieden zien we al vrij snel potentie dat zeker in de stedelijke dynamiek, dat heel veel kansen biedt. Ja. En dat geldt ook voor Sloterdijk. Floating Gardens, kun jij even, voordat we op de architectuur ingaan, kun jij kort beschrijven wat voor soort gebouw het is? Ik deed heel sumier, maar kun jij kort beschrijven wat voor soort gebouw het is? Nou ja, het is een multifunctioneel gebouw, dus in de zin dat er op de begaande grond een plint is met een school. Een basisschool, kinderdagverblijf. Daarboven zitten 194 woningen, een ondergronds parkeergarage en dat in een... zeg maar in een groene setting, dat wil zeggen dat de tuinen, en dat zal Jeroen zo toelichten, is in feite een voortzetting van die Brettenzone, maar dan op de daktuinen. Op de daktuinen, oké. Jeroen, pak jij het eens even op, want jij bent de architect hiervan. Het is een voortzetting van een groene strook, hè, van de Brettenzone. Ja. Leg eens even uit. Ja, dat klopt. Nou ja, wat Don ook al aangaf eerder is... Even dichtbij. Wat Don ook al aangaf eerder is, die Brettenzone is natuurlijk ontzettend mooi. Die groene schecht die al vanaf Haarlem zeg maar Amsterdam inkomt. Tegelijkertijd zie je dat zeg maar, in de huidige programmering en het gebruik van het Sloterdijk Centrum met name, dat daar best wel een stevige onderbreking in zit. Dus je zou kunnen zeggen, die groenzone wordt eigenlijk behoorlijk rücksichtloos in tweeën geknipt. Ja. Nu is die ambitie ook vanuit de gemeente geformuleerd om dat groen eigenlijk aan de linker en aan de rechterkant veel meer aan elkaar te hechten. Mm-hmm. En tegelijkertijd is er een enorme ambitie om te verdichten. Dus daar zit eigenlijk de opgave. Dat is een spannend. En dat is dit schemaatje. Ja. Dus je wil eigenlijk aan de linkerkant wil je zeg maar het Spieringhornpark verbinden met de groenzone zeg maar aan de centrumzijde. Dus de Brettenzone weer continueren. Mm-hmm. Maar er is ook een enorme zeg maar nieuwbouwopgave. Dus de transformatie tot een gemengd woon-werkgebied. Ja. En wij hebben dat eigenlijk opgepakt in ons gebouw om dat groen als het ware op alle lagen in het gebouw te stapelen. Dat zit je zou kunnen laag, zeggen, we hebben een hele kleine footprint. We hebben een super mini kaveltje eigenlijk.
Hoeveel vierkante meter is de kavel? Ja, die kavel die is, ik denk, 2000 vierkante meter groot ongeveer. Jij hebt hem betaald. Dus ja, 2.000-3.000 vierkante meter zal het zijn. En we hebben een programma van 22.000 vierkante meter. Dus we zitten met een enorme FSI, zoals dat heet. Ja. Eigenlijk hebben we... Vandaar die truc van die palen. Ja, vandaar die truc. We hebben, als je, ik weet niet of het in de presentatie hier zit. Hier zie je dit, hè? Ja. Ja. Weet je dat Pakhuis van Zwijgen dat ook heeft? Hebben jullie dat wel gezien? Die kraging was ook vanwege de grond, hè? Ja, als je, ik weet niet of iemand door kan klikken, maar er zit een soort concept. Je hebt een klikkertje hier. Nou, ja. Kijk, goed. Groene Kijk. Knopje. Ja. Dat kan ik uitleggen. Ja, even terug. Moet je weer op de rode drukken, denk ik. Als je terug kan. Ik heb alleen een kleurenlampje. Hij doet het niet. Nou, dan even terug. Dan even met de hand. Ja, ja. Ja, kijk, hier zie je eigenlijk... we maken een behoorlijk groot woonprogramma op deze locatie. Dat hebben we ook nodig, zeg maar, om die hele herontwikkeling van deze locatie mogelijk te maken. Dat gaat ook gewoon over opbrengsten en een haalbaar ontwikkelmodel. Ja. We zijn door de gemeente gevraagd om op deze plek een school en een kinderdagverblijf te faciliteren. En tegelijkertijd is er een enorme ambitie om dat groen ook in dat gebied door te trekken. Dus we hebben eigenlijk gezegd, we hebben eigenlijk geen ruimte om die functies naast elkaar te bouwen. Dus ze moeten op elkaar. Okay. Nou, die school en dat kinderdagverblijf die komen dan natuurlijk op de begane grond, dat is logisch. Daar gaat staan bij die plant, dan kan iedereen je zien. Ja, precies. En vervolgens hebben we eigenlijk gezegd, kunnen we dat hele programma niet gewoon in allerlei plakjes opsnijden, waardoor we eigenlijk op ieder plakje weer een groen landschap kunnen maken. Dat is echt een slimme truc, hè? Dus dat onderste stuk klein en dan groter en kleiner. Ja, dus door eigenlijk niet een toren te maken op een, zeg maar op een sokkel, maar door die sokkel ook terug te laten trappen, hebben we letterlijk meer oppervlak om groen te maken. Ja. We hebben een enorme duurzaamheidsambitie op deze locatie, dus nog net geen zeg maar, energie-neutraal gebouw. We hebben niet eens genoeg ruimte zeg maar, om de zonnepanelen op het dak kwijt te kunnen. Zo dicht. Dus ondanks dat we deze truc hebben uitgehaald, uiteindelijk komen die dus ook voor een deel in de gevel terug. Oh, die komt in de gevel. Dat vonden we eigenlijk ook wel heel leuk, want we maken een wit gebouw. Ja. Maar dat is wel leuk om te weten, alle zonnepanelen worden wit, dat kan gewoon. Dus het is helemaal niet nodig om zwarte of blauw-zwarte of lelijke zonnepanelen te maken. Zoals die dingen op het Amstel kwartier. Ja, je kan gewoon witte zonnepanelen maken. Ja. Die zitten dan gewoon eigenlijk in de banden. Je ziet ze niet eens. Maar de gevel van het gebouw wekt uiteindelijk energie op. Okay. Dus die hele duurzaamheidsambitie, dat groen op de daken, zo goed als energie-neutraal, zonnepanelen in de gevel, wateraccumulatie ook op de daken, dat zit eigenlijk volledig in dat gebouw geïntegreerd. Erik, dat mag wat kosten. Hoe krijg je dat rond als ontwikkelaar deze dagen? Nou, we zitten in het voorlopige ontwerp, stadium. En we zijn nu bezig met het... we zijn druk aan het rekenen. We zijn elke dag aan het rekenen. Maar het bewijs moet nog moet geleverd worden. Maar we hebben er vertrouwen in dat we eind dit jaar... dat we ook... niet gaan beginnen, maar de verkoop kunnen opstarten. Dus dat is gepland begin volgend jaar. Ja. Het is een lange doorlooptijd. Dus als je kijkt naar de oplevering, dan... Dan hebben we afspraken ook met de gemeente gemaakt dat we het casco aan de school opleveren in 2023, in april 2023. En daar staat dan een bouwtijd voor, natuurlijk ook voor de afbouw van de school. Ja. Maar totaal wordt opgeleverd medio 2024, dus we zijn nog wel even bezig. Jeetje, maar en ondertussen maar rekenen en rekenen, want het lijkt me een ontzettende lastige, want die hoge eisen zijn best, hè? Het moet allemaal duurzaam, is dat te doen nog? Nou ja, ontwikkelaars zitten hier ook in de zaal en bouwers, maar er is vaak toch wel een stapeling van ambities waar je op een gegeven moment als ontwikkelaar ook een vergelijking moet oplossen die soms niet helemaal meer oplosbaar is zonder dat je ergens misschien toch wel aan een knop zit die je normaal gesproken niet bedient. En dat is wel een puzzel. Dat is een hele vage, die ga ik ook onthouden. Ga je een knop zitten die je normaal gesproken niet bedient? En dat is de knop van geld. Misschien heb je op de middelbare school hebben we natuurlijk allemaal wiskunde zo gehad. Maar er zijn sommige vergelijkingen zijn niet op te lossen met te veel onbekenden. Ja. En er zijn in dit soort opgaves zijn er wel eens te veel onbekenden. Waardoor je met elkaar, en dan heb ik het met name over ook in samenspraak met de gemeente, gezamenlijk een knop moet bedienen die je... eigenlijk niet van plan was te bedienen. Dus we zijn er nog niet, niet in dat stadium gekomen, maar ik sluit niet uit dat dat nog een keer gaat. Ja, want het zijn wel waar jij als architect natuurlijk ook heel veel mee te maken hebt. Jij moet dan uiteindelijk met slimme oplossingen gaan komen. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen, toch? Ja, dat doen wij niet alleen hoor. Dat is tegenwoordig zeg maar bij dit soort complexe gebouwen, zeker in die binnenstedelijke gebieden waar de dichtheid hoog is, zeg maar, waar je moet stapelen met programma.
waar gesproken wordt over natuur, inclusief bouwen, groen op daken. Dat doen we natuurlijk met een heel team. De landschapsarchitect zit hier ook. Michiel van Driessen van Felix, die heeft dit hele mooie tekeningetje gemaakt. Natuur, maar er zit ook een duurzaamheidsadviseur bij. Ja. En er zit een constructeur bij om dat gebouw uit te kunnen laten. Ja. Dus het is een heel team, zeg maar, wat... En ondertussen worden allerlei dingen uitgevonden ook, waardoor het misschien... Ja, maar dat is juist het leuke, denk ik, van hedendaags ontwerpen. Ja. Dat je veel meer in een team, zeg maar, geïntegreerd bezig bent. En al vanaf het begin probeert om zoiets als die zonnepanelen ook in je architectuur te integreren. En veel minder, zeg maar, een opgave waarbij de architect het gebouw verzint en de constructeur de constructie erin mag tekenen. Nee, dat moet veel meer dus samen. Dus dat moet vanaf moment nul moet dat meteen samen, anders krijg je geen slimme gebouw. Anders wordt het niet en slim, gewoon duurzaam en gewoon slim qua economie. Absoluut. Een betaalbaar gebouw. Ja. Wat komen de betaalbare woningen ook? Zeker. We hebben een afspraak met de gemeente dat er middensegment, voor de helft is het middensegment, huur. En de helft is dan vrije sector, huur of koop. Ja. En betaalbaar, dat zit dus ook in het middensegment. Ja, dus middensegment en hoogsegment. Oké, nog even hoe zit het in elkaar, dit plaatje? Leg even uit, Jeroen. Nou, we beginnen onder de grond. Daar zit een parkeergarage. Dat is niet het meest spannende stuk van het gebouw. Met 0,2 of met 0,2 of 0,3. Dat gaan we niet meer doen. 0,3 auto per appartement. Met die parkeergarage. Dus minimale, zeg maar, stallingsruimte. 0,2. Dus 0,2, oké. En dan hebben we wel een relatief grote collectieve fietsenstalling. Okay. Dus die zit daar. Ja? Wat je in het geel ziet, dat is het, je zou kunnen zeggen, het publieke programma. Daar zit het onderwijsprogramma. Dus daar komt een school en een kinderdagverblijf. Ja. Die overigens door een andere architect ontworpen wordt. Want die is gewoon Europees aanbesteed. Dus daar wordt zeg maar door een andere architect blind ontworpen. Heel spannend. Een eigen aannemer. Jongens, dat wordt 2025. Nee, maar dat gaat goed komen. Dan hebben wij in het blauwe gedeelte hebben wij middeldure huurwoningen. Dus dat zijn huurwoningen die gekapt zijn op in Amsterdam. Ik dacht €870 precies per maand. Die duurder dan 1000, jongens. Die hebben een collectieve woonkamer. Dat zie je hier, dat is het groene deel. Daarnaast aan de rechterkant zie je een patio. Ik kan het hier ook laten zien. Dus er zit een binnentuin waar die collectieve woonkamer aan ligt. Maar dat is eigenlijk de woonkamer die al die kleinere appartementen gezamenlijk kunnen gebruiken. Oh ja, ja. Dus als je vrienden krijgt en het past niet in je appartement, dan kun je daar een hele grote tafel neerzetten en dan kun je daar toch eten. Of met gezellig. Kerst. Oké, heel goed. Dan hebben we in het oranje gedeelte hebben we de koopwoningen. Okay. Dat zijn zeg maar in de verschillende lagen in het gebouw. Zitten daar zeg maar boven in de toren 4 appartementen per verdieping, 6 appartementen en beneden wat meer. En in die snedes die je ziet, in die bijzondere snedes, daar komt dus iedere keer dat groen terug. Dat groen terug, oké. En dat collectieve programma, dat is misschien nog wel leuk om iets over te vertellen. Dat vinden we eigenlijk heel belangrijk, omdat je ziet, dat zijn 200 woningen bij elkaar. En je ziet dat, zeg maar, er is een relatief groot deel van de appartementen dat klein is. Ja. Dus het is belangrijk dat daarnaast ook een voorziening is waar zeg maar, mensen gezamenlijk gebruik van kunnen maken. Dat is ook bouwen aan de stad. Ja. He, zo, je kent het plan Jonas, wat wij bij Eiburg maken, waar dat ook in zit. Dus die gemeenschappelijkheid. Het is heel belangrijk om die gemeenschappelijkheid te stimuleren en zeg maar, daarin ook die, letterlijk die gemeenschapszin vorm te geven. Dus we proberen zeg maar, met dat gebouw zeg maar, dat hele multifunctionele programma, maar ook die, noem het, die inclusiviteit gewoon vorm te geven. Heel goed, heel goed. Dank jullie wel. Nog vragen? Over de Floating Gardens. Ga je alvast inschrijven? Kun je nou betalen? Ja. Waar? Waar is het? Waar is het? Dat is een hele goeie. Dat is hier. Even naar achter, daar. Waar? Ja, dat is... de rode vlek. Maar wat... Oh ja, hier staat een spoor. Ja, kijk, dus als je... Dat spoor? Als je vanuit Haarlem, zeg maar, over de Haarlemmerweg Amsterdam binnenkomt rijden... Dus dit is eigenlijk het eerste gebouw. Dus het staat op de hoek van het Spieringhoornpark en de Haarlemmerweg. Dus dit zou je kunnen zeggen is de introductie tot... dit is de huidige situatie. Dat ziet er gezellig uit ook. Dus dit kantoorpandje heeft synchroon gelukkig weten te bemachtigen. Die hebben jullie goed, Oké, heel goed. Heel goed, wordt gestapt. Oké, nog een vraag. Geen vragen? Dan een hartelijk applaus voor jullie presentatie. En hopelijk snel voor jullie. En dan de volgende. Oh nee, Maries moest toch even aanschuiven, toch? Ach, Maries. Ja, had jij nog wat toe te voegen? Nee hoor, als er een vraag langskomt dan hoor ik het wel. Ja,
Want jij bent, dit is jouw gebied. Ja, dat klopt. Het is een van de projecten in wat dan het gebied Sloterdijk Centrum is. Ja. En dit is een van de, nou ja, een van de mooie voorbeelden van hoe groen en toch ook hoogbouw gewoon in zo'n gebied kan plaatsvinden. Is het nou, qua fasering, is dit een van de eerste woongebouwen? Nee. De strijd gaat volgens mij in dit jaar tussen wat al werd genoemd Lab for You. Dat is een collectief. Heijmans, Eigen Haard. En heb ik er nou nog één gemist? Crossroads is later. Dus tussen die drie, denk ik. Oké, daar gaat het tussen schrijven. Wie het eerste is. Wie het eerste is. Ja. Bij zo rond 2022, 2023 kunnen de eerste mensen er wonen? Ja, ongeveer. Oké, dat is duidelijk. Ja, er wonen al mensen. Maar oké. Sorry. Sorry, maar dan in de nieuwe gebouw. In de nieuwe gebouw. Oké, er komt ook nog een makerstore, Ian. Ja. Gray, kom naar voren. De makerstore. Ja, applaus. Ian, kijk, je krijgt je eigen microfoon, want we zijn met z'n tweeën. Leuk, hè? Ja, dat is leuk. Goeiedag. Goeiedag. Ja, Ian. Duncan Suttenheim, die had dat een tijdje als ID&T gebouw, hè? Dus ja, die heeft dat daar ID&T de hele tijd gehad. En is ook heel enthousiast altijd over Sloterdijk en de plek waar hij zat. Maar hij heeft het wel 10 jaar te koop gehad, hè? Daarna heeft hij het heel lang te koop gehad. Dat enthousiasme dat was niet... niet de hele tijd, hoor. Op een avond... wij kijken vaak voetbal samen in de kroeg en ik heb een groter bedrijfspand nodig. En daar kwam dit ter sprake. En eigenlijk zijn enthousiasme sloeg over en heb in de kroeg een deel van het gebouw aangekocht. Hoeveel bier had je op? Ja. ja. We hadden verloren, ja. Kijk, dan ga je dat soort dingen doen, hè? Ja, ga je toch goed proberen te maken. Maar... ja, eigenlijk was het mijn idee om het gebouw gewoon een beetje een refit te geven. En zelf mijn intrek naar te nemen. Alleen de gemeente die kwam tegelijk ook met grootse plannen om het gebied te ontwikkelen. En die plannen zijn wij een beetje mee in meegegaan. Dit is jullie uitzicht. Wil jij een klikkertje nog eventjes? Ja, nee, mag... ik, de presentatie heb ik niet al gezien. Dus Laat me lekker doorheen klikken. Laat me lekker doorheen klikken. Ja, dat doet Daan het wel. Daan, doe jij het? Ja. Daan doet het. Want je mag ook wel daar staan, want dan kunnen mensen jou beter zien. En dan ga ik je af en toe interruperen en hele intelligente vragen stellen. Ja, want één hele slimme vraag is, wat voor bedrijf heb jij? Wat doe jij? Ik heb een bedrijf dat speakers produceert. En die verkopen wij 6 landen. Installeren wij ook. Dus als je speaker wil? Flagship stores wereldwijd zitten bijvoorbeeld onze speakers in. Ja. En wij hadden een nieuwe plek nodig. Wij zitten in Zuidoost nu. En, maar niet alleen een gebouw met een rolluik en wat er heel saai uitziet, maar wel een plek waar we ook een beetje uitstraling mee krijgen. Dat wilden jullie wel als speaker maken. Ja, en dat is ook een beetje wat we geprobeerd hebben in het pand te krijgen, is bedrijfsruimte. Dus die rolluik, dat wij de producten in en uit het gebouw kunnen krijgen, is belangrijk. En daarvoor hebben wij eigenlijk de lift die je ziet in het midden gemaakt. Het is een goederenlift. Dus eigenlijk met een auto of een bedrijfsbus inrijden en naar de betreffende laag toe en uitladen. Geweldig. Dat zie je helemaal, want dit is een transformatie of is het een helemaal nieuw gebouw? Hoe gaat die maken? Nee, dit is een nieuw gebouw. Helemaal nieuw gebouw. Okay. Een mooi nieuw gebouw. Okay. Dus de lift is heel erg duidelijk? De lift, die goederenlift. Ja. Dus. En wat ook een uitdaging is, was de vloerbelasting. Want een gewoon kantoor, daar hoeft de vloer niet zo heel sterk te zijn. Maar als je met een auto of zware machines wil hebben, dan moeten die niet door de vloer heen zakken. En wij hebben eigenlijk om de vloer hebben wij een zware belasting gemaakt. En daartussenin zit ook een laag en daar zit meer kantoren in. Oh ja, ja. Dus dat is ook een beetje hoe je het bedrijfspand ziet. Een kantoorlaagje altijd, een tussenverdieping en dat rolluik. Ja, en dit is eigenlijk het basisidee voor het pand. En wij zoeken daarin echt makers. Dus vandaar ook de naam Makerstoren. En Amsterdamse bedrijven die dingen willen maken. En,
En dat kan van alles zijn. Dat kunnen ook lassers... Bijvoorbeeld Willem, die daarna zit, de printerette. Ja. Die zou ik heel graag op de zesde verdieping willen uitnodigen. Om daar zijn bedrijf voor te zetten. Ja. En, maar het kan ook een Van Moof zijn die zijn fietsen maakt. Ja. En we zijn natuurlijk ook wel bewust dat het echte maken vaak achter de computer gaat. Ja. En meer het samplen en dat gebeurt natuurlijk ook. En die mix... Die mix wil je, dus ja. Die menging echt. En dat het ook dat het zichtbaar is dat er gemaakt wordt. Hè? Want meestal, wat je zei, gebeurt het achter rolluiken. Is dat ook de filosofie? Om te laten zeker. Het is ook zeker dat je niet dat we echt een premium gebouw willen hebben. Dus bedrijven die zichzelf willen laten zien. Maar die niet in een kantoorpand passen. Ja. Waar natuurlijk dat glas wel heel normaal is. Ja. Maar die graag dat ook hebben. Ja, en is het nou, heb je dit eerder, is het nou uniek in de wereld, zo'n makerstoren? Is dat nou? Heb je dat? Ik denk uniek om op de zesde iets te produceren is niet. Dus ja, ik denk wel uniek voor Amsterdam. Ja, dat sowieso. Ja. Wat was dat? Vanuit jouw Graydon, hè? Heet jou? Nee, jouw Gray jouw, Sound. Gray Sound. Ja. Geweldig. Gray Sound. Waar kwam die behoefte vandaan om uit dat Amstel 3 weg te gaan en daar te zitten? Is het ook? Is het je visitekaartje? Wij groeiden uit ons jasje. Ja. En er is gewoon heel weinig bedrijfsruimte te huur of te koop in Amsterdam. Ja. En wij zochten wat meer premium. Dus we waren ons ook snel bewust dat we iets moesten gaan ontwikkelen, bouwen. Ja. We hadden niet gedacht dat ik dit uiteindelijk zou gaan ontwikkelen. Maar dat is meer in ons enthousiasme zo gelopen. Ja, dan, ja precies. Ja. En hier zit een dak vol zonnepanelen. Dus jullie gaan het... Ja, dat is wel de ambitie. Ja. En het is best lastig om nog betaalbaar te gaan. Dus wij we willen ook graag een mix in het gebouw hebben. Dus we ook hebben mensen bovenin die, kantoren, dus misschien architecten, bureaus, of, maar ook horeca. Ja. Zoveel mogelijk menging. Want wat je ook hoort bij alle ondernemers die er al zitten, daar hebben we veel mee gesproken, is dat ze heel erg menging, veiligheid... En dat het heel erg besloten in de gebouwen zich afspeelt, maar niet de buiten en daaromheen. Terwijl er eigenlijk een prachtig park of een groene strook voor ligt, wat de gemeente ook een park wil maken. Ja. En heel veel kansen. Ja. Is er nou, want ik ken dit soort initiatieven, wat gemengd maken. Betekent dat ook dat er bedrijven in kunnen die niet zoveel huur kunnen betalen? Nou, want anders wordt het weer zo high-end. Wij hopen de huur laag te houden in de bedrijfsruimte. Ja, dus dat is ook iets wat we met de gemeente samen proberen voor elkaar te krijgen. Zijn jullie weer? Want er zijn natuurlijk beetje lage huren. Maar bedrijfsruimte is natuurlijk als ontwikkelaar, verhuurder, niet het mooiste om te maken. Want het levert gewoon wat minder op, de meter. En dat begrijpt de gemeente ook. En... daarom kunnen wij ook in de bovenste lagen kantoorruimte maken. Die wat meer betaald worden. En wij hopen ook wonen. Kan nog niet. Maar misschien een tussenoplossing van wonen misschien wel. Wie weet, Nabila, kan dat nog? Maar ik weet het niet. Want waar staat het? Even een goede vraag. Waar staat het? Of hebben we het staat bij de Amsterdam. Daar kijkt het eigenlijk op uit. En dat is het gebied, moet ik even denken. Ja, is dat hier staat het. Sloterdijk 2, dus daar mag niet gewoond worden. Voorlopig nog even niet. Voorlopig. Maar oké, er wordt heel veel naar de gemeente gewezen. Want ik ben altijd met die enorme hoogconjunctuur en al die chique kantoren. Ik zie heel veel architectenkantoren. Niet om architecten, want die verdienen helemaal niet zoveel. Maar het ziet er allemaal heel high-end en chique uit. En jij gaat er zitten, Douglas Suttenheim gaat er zitten. Dat heeft een bepaalde... Hoe komen nou de gewone ondernemers, die printeretten... Hoe kan die nou dat het echt gemengd is? Hè? Dat er echt bedrijven zitten die misschien niet zo heel veel winst maken, maar daar ook kunnen zitten. Hoe kunnen jullie als ondernemer niet... En Suttenheim heeft echt wel wat geld. Een soort van potje maken waardoor je ook ondernemers kan zetten die... Ja, wat wij gedaan hebben is... Maar een idee. Is dus die menging in dat gebouw. Ja. En gekeken van tot hoe ver gaat zo'n lift. Ja. We hebben de goedkoopste goederenlift gepakt. En hoe hoog kan die gemaakt worden? Ja. En hebben gekeken, tot daar bedrijfsruimte. En daarboven moet de onderkant een beetje gaan financieren. Oké, dus en als, afhankelijk daarvan kun je misschien ook... Om de huurprijs zo laag mogelijk te houden. Ja. En wij zijn zelf ook bewust dat hoe lager wij de prijs kunnen maken, hoe aantrekkelijkere bedrijven wij erin krijgen en hoe leuker de mix. En misschien beginnen met een beetje broedplaatsen, mensen of die beginnen te zagen en die dan ook mogen blijven, hè? Want die moeten altijd dan weer weg. Ja, er zijn ook heel veel bedrijven die moeten verplaatsen, omdat ook veel bedrijfterreinen worden opgeofferd voor wonen. Ja. En daar liggen voor ons ook zeker kansen.
Oké. Dus je weet of de ziel komt in het station, of de ziel komt in de Floating Gardens, of de ziel komt in de Makerstoren. Dankjewel. Oké. Bedankt Ian. Nog vragen? Vragen over de Makerstoren. Wanneer is die, staat die gepland? Wij hopen 1 januari te starten. Met de, kijk, dat is nog eens mannentaal. 1 januari te starten met de bouw. Godsamme. Ja. En dan is die af volgend jaar? Anderhalf jaar. Kijk, dat is nog eens doorbouwen. Vragen? Geen vragen? Oké, dan gaan we. Dankjewel, Ian. Ja, nog een applausje. Laatste applaus. Dan gaan wij aan tafel met Ella Overkleef, met Nabila en met Wouter. Want we gaan even als laatste, jongens, jullie mogen allemaal opletten en meepraten. Misschien kan Annabel, is zij er nog? Oh ja, misschien kan jij af en toe dingen uit het publiek... Ja? En je microfoon van staan. Niet weggeven. Kijk, daar heb ik ook iemand in het publiek. Zo jongens, wat we gaan het hebben. Ella, eerst even jou. Ja. Ella Overkleef, dat jij bent coördinator van de Taskforce Kunst en Cultuur Sloterdijken. Ja, mondvol. Jongen. Wat is jouw taak precies? Kun je dat uitleggen? Mijn taak bestaat uit verschillende elementen. De Taskforce komt voort uit de cultuurtafel. De cultuurtafel is een grote groep mensen van projectontwikkelaars, creatief ondernemers en andere betrokkenen, bewoners in de Sloterdijken. Hij bestaat uit wel meer dan 60 personen, organisaties. En vanuit daar is de taskforce gedestilleerd. Een kleinere groep die daadkrachtiger en meer betrokken, meer tijd en energie erin steekt om daadwerkelijk kunst en cultuur aan te jagen in het gebied en mensen aan elkaar te verbinden. En daarvan ben ik nu degene die echt daadwerkelijk ook de mensen mailt en de mensen belt. En ja. Dus je moet echt alles bij elkaar schrijven. Want dat zijn ook de ontwikkelaars, ondernemers en alles wat er zit. Ja, eigenlijk wat ik nu... ik ben echt net begonnen, een maandje. Gefeliciteerd. Dankjewel. Kijk, heel frisse fruit toch nog, jongens. Gebruik van maken straks aan de bar. Wat ik nu eerst aan het doen ben, is heel veel afspraken met mensen van grond en ontwikkeling. En van de gemeente om te weten wie is wie. Zodat ik niet verdwaald raak in dat gebied. Nee. En een inventarisatie maken van welke ruimte is er. Bijvoorbeeld als die transformatie gaat plaatsvinden in Sloterdijk 2. Welke ruimte komt er dan vrij? Ja. En aan de andere kant inventarisatie maken van wie willen er wat doen. Precies. Want Wouter, jij zit er al een tijdje. Wat zou jouw eerste advies zijn? Eerste advies is, het is toevallig ook op het scherm meteen, is om... Kijk, dat is allemaal geregisseerd. om Sloterdijk, is al eerder genoemd dat het allemaal verschillende namen heeft. Teleport, Havenstad, Sloterdijk 1, 2, 3. We dachten van, we moeten wat aan die naam moet wat gebeuren. Dus we wilden eigenlijk, iemand noemde het ook al, wat je er vooral veel ziet zijn konijnen. Dus we dachten, net als in Spanje, moeten we als symbool het icoon van het konijn introduceren. Dus op het dak, als je het station zo direct uitkomt, staat daar een 6 meter hoog silhouet kunstwerk van een konijn. Dat wordt gerealiseerd, ja. Okay. En dat is een van de acties waar ik zo aan moet denken. Nou Ella, daar is een startpunt. Nabila, denk jij, we beginnen met het konijn. Is dat iets wat, want we gaan het hebben hier over hoe krijgen we de ziel in het gebied, hè? Hoe krijgen we dus in het gebied met kunst en cultuur, waar jij voor gaat zorgen, is zoiets als een konijn of een marketing of echt een gezicht, is dat... Kunst in openbare ruimte draagt bij aan, is een identiteitsdrager. Ja. Dus het draagt zeker bij, hè? En ook als markeringspunt voor het gebied. Het gebied is natuurlijk heel groot, ja. Nogmaals, 284 hectare. Exclusief Sloterdijk Centrum. Ja. En heel wijd. Ja. Dus kunst in de openbare ruimte gaat daar zeker een bijdrage aan leveren. Ja, en wat voor rol heeft de gemeente daarin? Is het meer aanjaag? Is er een programmeren. Maar ook budget. Ja. Mede organiseren. Hè? Dus wij huren Ella ook in, hè, om dat daar aan te trekken. Ja. Voor het nieuwe programma hebben we gezegd, daar moet ongeveer maximaal, hè, minimaal 1,5 tot 5.000 vierkante meter ruimte zijn voor culturele initiatieven. Ja. Maar ook broedplaatsen. Dus in de programmering nemen we dat gewoon mee. Ja, precies. Dat is heel leuk als je dat hoort, hè, Wouter. Er zijn een aantal initiatieven die wat minder makkelijk lopen. Minder makkelijk. Niet alle initiatieven gaat vanzelf. En wat zijn er nou de dingen waar we niet... Welke val moeten we nou niet inlopen
bij het geven van een cultureel hart aan Sloterdijk? Of dat een voorbeeld wat wij bijvoorbeeld wilden doen in de tuin van Brett, daar wilden we een grote eik planten. We hebben een soort pleintje, dus wilden we echt letterlijk een eik planten. Ja. En op dat moment, omdat het een tijdelijke vergunning heeft, kon dat niet. Maar eigenlijk vind ik dat je juist die tijdelijkheid moet je juist permanent maken. Want dat is namelijk toch de kracht van Sloterdijk op dit moment. Tijdelijkheid permanent maken, Ella. Ja, nou ja, ik ben wel zeker voor, jij noemde het al eerder, een soort free zones. En ja, misschien toch proberen versoepeling van wet en regelgeving om dingen mogelijk te maken. Ja. Hè, experimenteren. Want in Sloterdijk is de ruimte dus, en mensen hebben met ideeën, maar ze moeten ook wel het gevoel hebben of daadwerkelijk verder komen met het idee. Ja. Dus dat is denk ik wel toch wel iets waar mensen goed over na moeten denken. Ja, precies, want je bent net een maand begonnen, want er is al iets, hè, de Cota Cultura, die hebben nu vergunningsproblemen, die zou je anders wel zijn, maar die hebben nu echt, die hebben het moeilijk om dat op te zetten. Wat kunnen jullie daar iets versoepelen? Het gaat om natuurlijk geluidsnormen, het gaat om veiligheid, het gaat om gevaarlijke stoffenroutes. Hè. Ja. Uiteindelijk staat de veiligheid van de burger daar centraal. En dat is langs daar in dat het geding. Ja, daaraan wordt er getoetst. En dat moet gewoon kloppen. Maar ook parkeren. Hè. Ik denk ook dat de ervaring, hè, zeker als de box of de evenementen, grootschalige evenementen, dat er ook veel verkeer aantrekkende activiteiten. Ja. Nou, en daar zit op een gegeven moment de max aan. Ja. Maar op het moment dat er nieuwe initiatiefnemers andere doelgroepen voor ogen hebben, die met de fiets of met openbaar voer komen. Ja. Dan is dat alweer, maar goed, dat is met Zeezout onlangs een evenement, bleek dat ook wel weer. Hè. We hielden eigenlijk rekening met 400 parkeerplekken. Uiteindelijk waren het er 30 benodigd waren. Ja, ja. Dus dan zie je maar dat er een andere doelgroep tot een ander behoefte leidt. Dus dat zijn, dat zijn van die leermomenten? Van die leermomenten waarin dat van leren. Ja. Maar dat vergunning, hè, dat is natuurlijk, het is natuurlijk vlakbij Westpoort, er zijn natuurlijk heel veel milieu en dat soort dingen. Zijn het juist in dit soort gebieden nou niet momenten om dan te kijken van, kan het niet wat soepeler qua... Nou ja, kijk, de regelgeving is sowieso soepeler bij tijdelijkheid. Hè? Ja, ja. Dus op het moment dat er sprake is van permanent, dan is dat toch wel strenger. Dus je kan meer doen als het tijdelijk. Dus je kan meer doen wanneer het tijdelijk is. Kijk Ella, dat biedt kansen. Ja, de vraag is inderdaad, hoe maken we er nou een culturele hotspot van? Hè? Dus door die tijdelijkheid. Heb jij daar in jouw eerste gesprekken en eerste verkenningen, zijn er al dingen waarvan je denkt, daar heb ik nu al meteen zin in om dat op te pakken? Ja, ik heb bijvoorbeeld een partij die ik ken, die organiseert zogenaamde blokparties. En zoals we net al zagen, het zijn allemaal grijze dozen eigenlijk. Ja. Dat industrieterrein met name Sloterdijk 2. Ja. Hoe kan je bijvoorbeeld door middel van street art daar en dan een evenement organiseren. Dus de focus op kunst, maar tegelijkertijd ook die sociale verbinding creëren door mensen er naartoe te halen. Ja. Dat zijn dingen die je kan organiseren en die het gebied ook meer kleur geven. Precies. Gebied meer kleur geven. Wouter, zie jij ook kansen? Je bent natuurlijk ook een verbinder. We hadden het net al over de verbinding die we kunnen leggen met Nieuw-West. Als we het hebben over meer kleur in dat gebied en meer mensen. Er is al heel veel kleur. Dus ik ben een groot fan van Sloterdijk. Bijvoorbeeld het havenbedrijf. Ja. Die zit gewoon in een boerderij. Hè? Die hebben gewoon een klassieke boerderij met een tuin. Ja. Gewoon tussen alle olievaten. En en zo heb je ook... er zit een soort... voetbal- en zalencentrum in Sloterdijk 2. En er wordt heel veel gesport. Dus het is ook niet zo dat het in het weekend helemaal stil is. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Er zijn grote bruiloften, er zijn feesten, er wordt gevoetbald, in de wijngaard wordt geoogst. Ja. Er zijn heel veel pareltjes. En zouden eigenlijk een keer s'avonds op zaterdagavond door het gebied moeten gaan. Dan vraag je echt af, wat doet iedereen hier? En heel verschillende doelgroepen dus ook. Komt er een gebiedsexcursie eigenlijk bij We Make the City door Sloterdijk? Er is een programma. Oké, maar wat ik ook bedoelde is, dus jij weet het en jij bent dat dus als jij... Maar de mensen die daar in Nieuw-West wonen, die aan die rand daar zitten, hè, de have-nots, zeg maar, die daar toch wel... Nou ja, het is een lastig gebied. Waarom halen jullie niet met z'n allen met bussen naar Sloterdijk en laten ze lekker glaasjes wijn drinken met jullie? Zijn dat ook dingen die je zou kunnen... Want dan haal je natuurlijk ook leven naar binnen. Natuurlijk. Ik bedoel, het gaat ook om inclusiviteit. En met name ook is belangrijk... dat hangt dan weer samen met de mobiliteit. En als de Haarlemmerweg ook weer meer toegankelijk wordt gemaakt, dan wordt dat ook alweer makkelijk. Maar dat is ook zeker iets wat ik meeneem in mijn opdracht om...
Je kan met de fiets wel oversteken op sommige plekken, hoor, naar, ja, van Nieuw-West naar Sloterdijk. Dus dat kan al wel. Maar scholen worden ook betrokken, hè, bij dat kunst- en cultuurinitiatief. Zeg ja, maar. En scholen, en dat zijn vanuit scholen... Vanuit Geuzeveld-Slotermeer. Vanuit Geuzeveld-Slotermeer. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. En ik heb bijvoorbeeld binnenkort afspraak met de cultuurverkenner van het AFK. Voor heel Nieuw-West, om ook voor 24 uur Nieuw-West, het evenement wat plaatsvindt in september, om ook te kijken welke partijen uit Nieuw-West kunnen, hè, ook een plek krijgen in Sloterdijk, et cetera. Om dat echt met elkaar te verbinden, die twee gebieden. Kijk, dat gaat helemaal de goede kant op. En er zijn nog, wat zijn er van de zomer voor plannen? Want Cecile zit daar. Ja, klopt. Cecile, kan je eventjes daar zitten? Want we doen gewoon gek. Ja. Wouter heeft al genoeg gepraat. Want de ziel, dames en heren, is Cecile. Dat is eigenlijk het duveltje uit het doosje voor vanavond. De ziel is Cecile. In ieder geval voor de komende zomer. Ja. Want jij gaat een kunstroute. Een kunstmanifestatie. Ja, dus met de vraag van wat gebeurt er nou deze zomer? Ja. Nou, 28 juni is de grote opening van PlayStation Sloterdijk. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd. Begint bij Café Bret om 3:30 en we eindigen in ISO om 4:00 ochtends in een broedplaats van allemaal kunstenaars er vlakbij. Nou, PlayStation Sloterdijk, waar we het over hadden. Je moet eigenlijk de schaal, je moet het op het menselijk niveau maken. En dat doet kunst in de openbare ruimte zo goed. Al die torens die schieten daar de lucht uit over 2023, 2024. Maar wat gebeurt er op straat met elkaar? Ja, precies. Hoe ga je sociaal met elkaar om? En daarom hebben wij PlayStation Sloterdijk bedacht. Het spelelement willen we invoeren. Want spel, gebaseerd op het boek van Johan Huizinga, De Spelende Mens, het fundament van onze cultuur. Hoe gaan we met elkaar om? En het spelelement brengt die sociale interactie terug. Nou, wat gaan we doen? We gaan 4 kunstwerken openen. Dit bovenste kunstwerk is wel een mooi voorbeeld. Want het Bright Officesplein, overigens, het is een opdracht van de gemeente en in samenwerking met allemaal stakeholders en investeerders in het gebied. Dus dat is natuurlijk fantastisch dat die allemaal hebben bijgedragen. Ja, heel goed. Kijk, het Bright Officesplein daar rechtsboven, wat nu 4 grote kantoorgebouwen zijn met heel veel wind, dat was vroeger een aanmeerplek van het IJ. Dus wat gaan deze kunstenaars doen? Die gaan een heel oud bootje in stukken zagen en terug op dat plein plaatsen. Is ook vervoer, het vervoer van vroeger. We brengen een stukje identiteit, een stukje verleden, historie terug op zo'n kantorenplek. Ja, ja. En tegelijkertijd plaatsen we dit futuristische ontwerp van Frank Havermans. Die heeft uit de plattegrond van het gebouw wat Edge Technologies, ABP, APG en Alliander aan het ontwikkelen zijn, aan de basisweg. Uit die plattegrond heeft hij dit futuristische beest eigenlijk ontworpen, wat op deze locatie begint en de komende jaren door het gebied op verschillende locaties verplaatst wordt. En hij eindigt op die ontwikkeling van OVG. Gaat er bovenop komen? Hij gaat er bovenop komen. Oh. Ja. En we hebben nog een plaatje daarvoor, want de NS had het ook al over die afschuwelijke opslag. Nou, dat is dus dat bovenste beeld. Ja. Dat ziet er inderdaad niet uit. Dit is de poort van Amsterdam voor alle Flixbusgebruikers. Die zien als eerste dus die verschrikkelijke opslag. Nou, deze kunstenares, Natasja Mankowski, komt uit de ISO-broedplaats. Geeft daar ook een tentoonstelling die 28 juni. Dat is natuurlijk heel mooi. In opdracht van de NS, klein stukje ProRail, maar voornamelijk de NS. Dus daar zijn we heel blij mee. De komende 10 jaar komt dus deze Invisible City. Het is eigenlijk in plaats van dat het een plek is waar mensen weg willen, wordt nu door het trompe-l'œil effect eigenlijk mensen naar de plek teruggetrokken. Het is trompe-l'œil. Trompe-l'œil. Dus je denkt, ik vind het een fantastische... Ja, dus wat gebeurt erachter? Het prikkelt bijna van wat gebeurt er achter die ruimte in plaats van, oh, dat is een verschrikkelijke plek, hier moeten we weg. En hieronder is een opdracht van Holland Casino. Dit is een detour structure. Zij heeft dus eigenlijk de route van het station naar Holland Casino, een alternatieve route, een speelse alternatieve route kan je eigenlijk nemen. Dus je kan elke dag een ander kleurtje pakken, je kan er opklimmen, je kan er hangen, je kan er zitten. Het geeft heel veel kleur in dit grijze gebied. Ja. Ja, dus wij gaan, als je het nou echt hebt over wat gaat er nu gebeuren en hoe wordt het mens nou op basisniveau bereikt, dan is dit een mooi voorbeeld. En dat is wat kunst überhaupt de komende jaren kan doen in het gebied. Oké, fantastisch. Zijn er ook, wat Wouter, jij zit daar in het gebied. Zijn er dingen waarvan je denkt, daar kan ik nu meteen op aan? Want het zijn niet alleen maar kunstwerken, het zijn ook manifestaties. Hè? Er komen ook allerlei... We hebben dus elke maand een workshop met scholen. Dus een heel educatieprogramma die tekeningen maken van de kunstwerken en die we op de wildplakzuilen plakken. Dus we hebben een heel educatieprogramma. En we hebben wekelijks rondleidingen van Olle Stjern, een hele leuke kunstenaar en docent van de Rietveld Academie. Die gaat een drift survey maken, dus die laat mensen zelf door het gebied dwalen.
langs de kunstwerken, maar gaat ook juist over die ontwikkeling praten. Ja, dus we krijgen een heel programma de hele zomer waar mensen echt getriggerd worden van waar gaat dit gebied naartoe? En niet alleen op de tekentafel, maar gewoon in het buiten, echt. In het ja. echt. Ja. De kinderen hebben dan nog geen zomervakantie, hè, natuurlijk. Het is ook wel buiten de schoolvakanties. Of binnen. Nou, we beginnen dus 28 juni en het gaat tot 3 november door. Ja. Dus 4 maanden lang programma. Wouter, wat ga je aanhaken? Wat ga jij, wat ja, fantastisch, wij zijn eigenlijk klaar als pioniers. Ja. We gaan de stad uit, denk ik. Ja, maar hoe voel je, als je dit hoort, wat denk je dan van? Nou, dan kunnen we nog, we gaan aanhaken, kunnen we dit nog groter maken? Of wat als je dit hoort? Nou, wij zijn eerlijk gezegd druk genoeg met onze eigen projecten. Dus hoe meer mensen hun eigen initiatieven ontplooien, hoe beter het is voor iedereen. En, is dit een manier waarop dit dan inderdaad een soort culturele hotspot zou kunnen worden, waardoor mensen ook meer naar de Bret komen en dat soort dingen? Ja. Ja. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, dit is de manier. Nabila, het is allemaal heel mooi en aardig en dat, die semi-permanente kunstwerken, hè. Hoe krijg je, want het is allemaal heel leuk wat al deze mensen doen, maar hoe borg je nou dat dit permanent blijft? Dat deze gekte en deze creativiteit en al deze energie, dat blijft. Dat het niet dus weggaat door het groot kapitaal van al die mensen die er gewoon. Dat je dus in definitieve programmering een plek biedt. Ja. Ja. Dus op het moment dat er een ontwikkelaar langskomt en die zegt, nou, ik wil dit en dat maken. Zeg ja, maar je moet ook het zuur, hè, niet alleen maar het zoet, maar ook het programma wat misschien niet wat opbrengt, ook maken. Dus jullie blijven daar ook ruimte voor als gemeente? Want jullie hebben daar als gemeente wel behoorlijk wat in te zeggen, ja, toch? Zeker, alles, ja. Precies. Dus jullie garanderen of jullie laten ook in allerlei blauwdrukken vastleggen van hier blijft ruimte voor creativiteit. En voor groen. Yes. Ja, nog heel even op inhaken. Want het mooie is dat de gemeente dus opdrachten heeft gegeven, maar dat bijna de helft van het budget uit de stakeholders in het gebied is gekomen. Ja, ja. Dus dat is zo, als je dat door kan zetten met Ja, maar elkaar, die willen dat natuurlijk wel, want die denken dit gebied moet populair worden, want het is natuurlijk mijn product. Ja. Maar oké, okay, maar belang dat is eigenlijk prima. Voor een langere termijn een vaste plek krijgen in zo'n omgeving. Ja. Maar dat is toch uiteindelijk, ik weet even niet het definitief aantal percentage, maar in de plinten of bij nieuwbouw. Ja, 2%. Ja, moet bestemd zijn voor voor beroepsplaatsing en culturele initiatieven. Dus dat staat vast. Dat staat vast. Nog wel allemaal in de besluitvorming. Maar dat staat vast. Dat is wel de intentie. Dus het wordt een aantrekkelijk, het wordt een culturele hotspot. Wouter, je hebt daar geen enkele twijfel over. Jij denkt echt van, nou, laat maar komen, maar al die leuke vrouwen met al die mooie. Ja, sowieso. Je moet niet zien hoe die zitten stralen tussen die vrouwen. Maar ja, dat sowieso. Maar, wat is nou, we kunnen heel vrolijk eindigen, maar wat is nou het grote gevaar? Wat zou nou echt een enorme kick in de kamer? Ik ben heel blij met de makerstoren. Want wat mij betreft is namelijk, zeg maar, iemand. Ik zeg even kijken, waar is. Zei net, waar zijn nou de betaalbare woningen in dit plan, zeg maar? Ja. Kijk, en als je die makerstoren op een iets andere manier zou doen, niet met die dikke vloeren en dan inderdaad misschien nog een paar extra zonnepanelen erop, dan zou dat wel. Ik zou zo willen wonen in Sloterdijk. En niet in een verhipte toren met allemaal groen en allemaal. Om het maar even te extrapoleren. Ja. Ik wil gewoon een loods waar je gewoon als iemand wil, weet ik wel, als je een oude Land Rover koopt en naar elektrisch kan ombouwen, bij wijze van spreken. Ja, maar dat is volgens mij ook het. Ik deed ooit het Storkterrein, dat was toen nog niet helemaal verhipt. En toen zei Frits Lambrecht, hij leeft nog, Noordeling, die zei van de mannen die aan de motortjes staan te prutsen, de Marokkaantjes die aan het, aan een scootertje zitten te pielen, de man die zijn boot aan het schuren is, plekken daarvoor. Ja, daar blijft gewoon ruimte voor. Betaalbare bedrijfsruimte, wat je gewoon tijdelijk kan huren of wat je even een weekje kan doen. Ja, zeker op Sloterdijk 4, de Heining. Ja. Daar blijft gewoon die kleinschalige. De Heining, dat is zo spannend. Ik vind daar blijft gewoon. Ik vind dat je daar ook excursies naartoe moet doen. Ja, zeker. Ja. Ruimte voor, absoluut. Daar blijft ruimte voor, waar je voor €50 per dag misschien iets kan timmeren. Of dat zo. Nee, maar dat is absoluut. Wonen. En wonen, Maar ja, dat is toch. Dat blijft lastig. Maar dat gewoon vol blijven houden en stiekem gaan wonen, dat gebeurt ook al in die bedrijf. Dat gebeurt. Stiekem wonen, jongens. Er wordt opgeroepen. Nabila, die. Heeft het niet gehoord. Ik heb begrepen dat er op de Heining gewoond wordt. Nou, jongens, dit enthousiasme moeten we vast blijven houden voor Sloterdijk. Fantastische mooie Annabel loopt daar rond met de microfoon. Zijn er nog mensen uit de zaal die wat willen zeggen? Ja, die mevrouw, die heeft echt een abonnement. Maar zij mag zeker, maar ik vind het heel fijn dat u bent. Ja. Ik hoor iets van excursies ook met dat kunst, hè? Ja. Maar ik denk, hoe duur worden die rondleidingen? Kan iedereen, of wordt het gratis? Want ik heb wel het gevoel dat je ontzettend moet uitkijken dat je niet dingen leuk maakt voor
de Juppen of de Happy View. Ja, dat je ontzettend precies. moet uitkijken wat voor behoeftes mensen uit verschillende bevolkingsgroepen en verschillende, dat ze wat kunnen betalen of niet. Moet je ontzettend goed rekening mee houden. Gewoon met het geheel van het ontwikkelen, ook van kunst en cultuur. Dus niet alleen van een bepaalde laag. Dat zou ik even meegeven. Ja, absoluut. Nou, daar hebben we het mee eens. Ja, maar daar wil ik graag op antwoorden. Ja, Cecile. Want wij hebben dit ook al twee keer op de Zuidas gedaan. En daar hebben we de rondleiding ook gratis aangeboden. We hebben nu een iemand erbij gehaald. De rondleiding is €10 voor anderhalf uur. Daarnaast geeft hij twee keer per maand een gratis rondleiding. En het is niet alleen een rondleiding van hier zie je dit en dit kunstwerk. Maar je wordt echt meegenomen in een verhaal door het gebied. Het educatieprogramma is ook gratis. Kijk, ons hart ligt echt bij de kunsten en niet bij geld verdienen. Want het gaat erom dat we nieuw werk genereren voor kunstenaars in de stad. Die hebben het al moeilijk genoeg. Ja. Dus het is echt voor iedereen. En afgezien van kunstenaars, Nabila zit ook enorm te knikken. Volgens mij zijn we allemaal, maar u heeft helemaal gelijk. En daar ben ik ook altijd heel erg bang voor. Dus ik begrijp uw gevoel heel erg. Laten we dat in godsnaam in de gaten houden. Dat het inderdaad betaalbaar blijft voor iedereen. Niet alleen de kunst, maar ook de woningen. Ja. En ook dat. Ja, aantrekkelijk is zeker, ja. U bent lekker op stoom. Ja, maar u heeft helemaal gelijk. Ook aantrekkelijk voor iedereen. En dat je niet zo'n. Je wil ook ander soorten woningen. Hè? Op die manier. Jij wou nog een oproep doen. Oh, daar, hier is nog even een vraag. Ik wil nog even een mooie afsluiting maken. Ik wil iedereen oproepen Sloterdijk Stad te volgen. Vooral als je bij wil blijven over wat er in Sloterdijk gebeurt. Ja. Mocht je de naam niet onthouden, liggen buiten wat tasjes. Dan kun je een tasje meenemen. Een linnen tasje, geel. En opvalt enorm op. Dus in het kleurrijke Sloterdijk. In het kleurrijke Sloterdijk. Dat is een mooie oproep. En Ella had ook nog een oproep. Ja want in september vindt de volgende cultuurtafel plaats. Dus ik wil graag iedereen oproepen die een idee heeft of een ruimte heeft. Of die wil meedenken over kunst en cultuur in de Sloterdijken. Dan ben je welkom. Meld je bij mij. En waar is die cultuurtafel? Dat weet ik nog niet. Dat weet je nog niet. Nee. Ella. Overkleefd. Yes. Dat kun je zo vinden. Als je de googelt kun je er vinden. En ga meepraten. Yes. Oké, jongens. Jullie allemaal ontzettend bedankt. Heel veel succes. Ga nog aan de bar dingen met elkaar uitwisselen. En we houden het inclusief en leefbaar en gezellig voor iedereen. Ja. Oké, applausje voor jullie.